Zo mensen, terwijl de kerkmuziek langzaam weggaat, heet ik u van hartelijk welkom. Hartelijk welkom hier op deze avond over de toekomst van opsporing en vervolging. En dan in het bijzonder, heel deftig uitgedrukt, publiek-private samenwerking tussen politie, OM en bedrijven. Maar ik ga u iets over de achtergrond vertellen, waar het nou eigenlijk vandaan komt. En dan gaan wij rap starten en ongeveer tot 9:30, 9:15 hebben wij een aantal leuke stellingen en alles wat ermee samenhangt. Dit is de tweede avond in een serie van 5. Ik ben daar gespreksleider, Peter van der Geer, noem mij gewoon Peter vanavond. En het is een serie op initiatief van politie en OM. Vorige keer hadden we het over burgeropsporing. Nou, de conclusie was dat je eigenlijk niet meer zonder kan, burgeropsporing. Maar dat het ook wel iets is om een beetje voorzichtig mee te zijn. Waarom? Ja, er is toch wel wat wantrouwen of burgers misschien geen eigen richting gaan plegen. Of burgerrechten misschien niet worden geschonden. Of de prioriteiten van de politie wel de goede kant op gaan als burgers massaal gaan opsporen. Dus we hebben ontdekt dat met burgeropsporing we niet het gebrek aan capaciteit en expertise bij politie kunnen oplossen. Er zal meer nodig zijn en misschien is vanavond wel de sleutel dat we misschien wel met bedrijven die ook heel veel bieden op het vlak van opsporing en vervolging wel daaraan kunnen voldoen. De titel is Te koop veiligheid. Dus dat doet vermoeden dat ons belastinggeld niet voldoende is. Er is meer nodig. Je kunt het ook kopen, extra krijgen. We zijn afhankelijk van anderen dan alleen politie en OM. Nou, dat is natuurlijk voor discussie. Ik stel voor dat ik even kort begin met de aanstichters van deze avond. Er zijn twee directeuren van het programma Herijking, Opsporing en Vervolging, heet het officieel. Dat is Wim van Amerongen van de politie. En dat is Charles Wiegand van het OM. Die zijn beide directeur. En ik kijk voor jullie drie korte vragen, zodat we allemaal een beetje weten van nou, dit is blijkbaar aan de orde, dit is belangrijk. De eerste vraag is natuurlijk een vraag naar de urgentie. Waarom moeten wij nu juist hebben over zoiets als publiek-private samenwerking? Met wie mag ik beginnen? Wim, even de microfoon naar Wim. Politie. Dat moet ik even verstaan zelfs. Dat is helemaal mooi. Ik ga wel vast. Waarom we daar nu over praten is, hebben anderhalf jaar geleden hebben Sharon en ik een koers toekomst, opsporing en vervolging gemaakt. Ja. En waarom deden we dat? Hè? Omdat we zagen dat het hele domein van opsporing en vervolging, als we kijken naar hoeveel rendement hebben we daar nou. Dus dat we zeiden van nou, in de samenleving die we zien ontwikkelen, zie je gewoon dat de relatie overheid-burger, dat het veel meer horizontaliseert. Het wordt veel meer een burger-burger perspectief. Het rendement. Dus ik geloof dat 25% van de misdrijven wordt opgelost. Ja. Dus als je over rendement hebt, dan moet dat omhoog. Ja, maar niet alleen dat het wordt opgelost, maar ook je ziet dat de samenleving ook ziet dat er rechtvaardigheid is. En dat de samenleving ervaart dat er rechtvaardigheid is. Okay. Want dat vind ik eigenlijk het meeste rendement. Nee, rendement is niet alleen maar cijfers. Rendement gaat ook over het gevoel wat je hebt van justice must be seen done. Okay. Dus met andere woorden, als wij vanavond een goede discussie hebben, dan stijgt bij ons het gevoel van het gaat goed, hè? We doen rechtvaardig. Ja, want ja. Dat okay, is. Nou ja, even nog, hè, van, dan doe ik nog één dingetje erbij. Ja. En dat is voor het debat wel goed. Hè, van de missie van de Nederlandse politie is waakzaam en dienstbaar voor de waarde van de rechtsstaat. En daar krijg je allemaal warm gevoel. Daarom zeg ik ook, is wel van belang, hè, dat het steeds gaat over, wordt hier recht gedaan? Ja, heel goed. Wat zou het OM aan die urgentie nog kunnen toevoegen dat dit zo belangrijk is? Charles? Nou, als ik me er snel vanaf maak, niets. Hè? Dan is het opgelost. maar de vraag over de urgentie gaat natuurlijk ook over de vraag. Publiek en privaat in opsporing is al van eeuwen heen. Mm-hmm. Dat bestaat eigenlijk al heel lang. De vraag is wel, als we kijken naar de versnelling die in onze maatschappij plaatsvindt, of dat de concurrerende rechtsstelsels wel voldoende inclusief zijn om ervoor te zorgen dat er ook een samenleving is. Met andere woorden. Klinkt mij een beetje filosofisch. Wat ja, bedoel je? Dat mag. Dus ik zal hem vertalen. Als je kijkt naar publiek-private samenwerking, dan hebben we heel veel voorbeelden waar het heel erg goed is gegaan.
En dat zijn allemaal voorbeelden waar een zaak vanuit een private partij koppelde aan het belang van de publieke partij. Okay. En dat mag waar meer wat gebeuren. We niet zien, zijn al die gevallen waarin die samenwerking niet tot stand is gekomen. En het idee zou kunnen zijn dat de samenwerking die niet tot stand komt in volume steeds groter wordt. En de samenwerking die wel tot stand komt in volume afneemt. Oké, je bent op zoek naar meer succes van goede samenwerking. Ik ga direct door met de volgende vraag bij jou. Er is ook... Ik ben niet alleen naar succes op zoek, maar ook naar verbinding en naar inclusiviteit. Daar kan niemand tegen zijn, maar... Ja, als je er geen chocola van kan maken, dan wil ik het toch wel een keer iets over zeggen. Ik ga even door naar de volgende vraag. Want waarom is het nou zo belangrijk om daar ook met gewoon burgers over te spreken? Want je kunt ook zeggen, het is iets voor experts. Maar waarom ben je nou zo geïnteresseerd in de aanwezigheid ook van mensen die zeggen, nou, vertel maar eens. Nou, je kan wel voorbeelden. Ik zat net hier in het restaurant even te eten, lag de NRC op tafel. En daar zie je dat bedrijven ook opsporen vanuit eigen belang, als Google aan Netflix en aan allerhande andere bedrijven informatie ter beschikking stelt om daar business cases op te bouwen. En dan zie je dus dat er een privaat-private samenwerking ontstaat die leidt tot, laten we zeggen, business cases. En de vraagstelling is of dat je een publiek-private samenwerking kunt organiseren die leidt tot een betere samenleving. Okay. Of anders gezegd, als je op zoek gaat naar gedeelde waarden, zouden we dan kunnen samenwerken niet meer op de individuele casus, maar op gedeelde waarden. Ja. Als voorbeeld CO2-emissies. Dat wordt de komende jaren hot. Hè? Je mag binnenkort, denk ik, niet meer zomaar CO2 uitstoten. Daar krijgen bedrijven vergunningen voor. En zodra dat aan de orde is, kost het geld. En als dat aan de orde is, gaan we frauderen. Je zou je zomaar kunnen voorstellen dat je tussen de staat en grote bedrijven, zeg KLM of Schiphol, samenwerkingsverbanden gaat zien op de vraagstelling of dat we iets gaan doen aan CO2-fraude, emissie en dat soort dingen. Kijk eens aan. Klinkt al. En dan wordt het voor burgers interessant, want burgers worden daardoor geraakt. Ja, oké. Okay. Een mooi voorbeeld, wat misschien maar even in gedachten moeten houden later op deze avond. Want ik had er nog niet van gehoord, maar een hoop mensen denken ook niet. Ja, verzin hem ter plekke. Ja. Oké, okay, prachtig. Gaan we nog één keer naar Wim toe. Jullie zijn zelf ook wel vragende partij, denk ik, als het om dit onderwerp gaat. Niet zo dat de politie zegt, nou, wij hebben ongeveer het licht wel gezien. Wacht maar op onze plannen en dan komt het met die publiek-private samenwerking helemaal goed. Dus wat zou je, waar ben je zelf nieuwsgierig naar? Nou, ik ben heel nieuwsgierig in hoeverre ook de private partijen met wij willen nadenken over de belangen van grondrechten. Aha. Nou, heb je een voorbeeld, dan weten we direct wat je bedoelt. Ja, dat voorbeeld heb ik zeker. Tuurlijk zie ik dat allerlei particuliere opsporingsdiensten heel graag van alles willen weten over het subject waar zij de opdracht in hebben. Ja. En tot hoeverre gaat dan, zeg maar, het grondrecht van het subject? Ja, ja. En ik wil best wel in die koers die we opgeschreven hebben, hebben we ook gezegd van, nou, als het helpt om recht te doen, willen we zeker nog gaan nadenken over, moet ik niet bijvoorbeeld een strafvorderlijke bevoegdheid inzetten om uiteindelijk, zeg maar, dat particuliere belang, hè, om dat verder te helpen. Okay. Want dat zien we bij Marktplaats heel veel, hè, dat het uiteindelijk dan eindigt bij een bankrekeningnummer of eindigt bij een IP-adres. Nou, ik heb strafvorderlijke bevoegdheden die de identiteit daarachter tevoorschijn kan halen. Wat die private organisatie niet kan. Okay. Maar dan is voor mij wel de vraag van, goh, wat kunnen we met elkaar afspreken hoe je het gebruikt? Oké, nou, ik hoop dat de partijen zijn vanavond die het graag op een akkoordje met jullie gooien om te kijken hoe ze dat beter gaan regelen. Maar dat zou zomaar kunnen, want het onderwerp komt terug, ook burgerrechten. Hoe ziet het programma er vanavond uit? U merkt al, we zijn een paar mensen hier op de voorste rij. Ja, die zijn misschien speciaal uitgenodigd. De een heeft een probleem, de ander heeft een oplossing. Dat gaan we wel merken. Maar u mag ook meepraten. Er is bewust ook gezegd, van, ja, af en toe zijn we gewoon nieuwsgierig naar wat mensen die niet direct expert zijn, hiervan vinden. Want het gaat wel over jullie veiligheid en over jullie gevoel voor rechtvaardigheid en die samenleving die we blijkbaar met elkaar willen. Hoe ziet de avond eruit?
pakweg 4 rondes. We beginnen op de Kalverstraat, heel dichtbij. Daar is winkeldiefstal. Ja, kunnen we daar niet slimmer aanpakken? Vervolgens duiken we het nachtleven in. Daar komt er ook wat geweld bij kijken. We hebben ook een beveiliger, hè, Kevin. Die zit al klaar daarvoor. Fijn dat je er bent. Dan gaan we naar de Zuidas. Ja, er is fraude overal. Niet per se op de Zuidas, maar dan heeft u even een beeld. Hè? Grote bedrijven. Hoe pak je dat aan? Ja, jij mag zo, Bob. Hebben we ook nog de uitdaging waarvan we zeggen, tjonge jonge, hebben we eigenlijk nog nauwelijks een beeld van. Maar er zijn wel mensen die daar wel een beeld van hebben. Cybercrime, big data, kan het ook nog een rol spelen. Dat doen we steeds aan de hand van enerzijds concrete gevallen, want dan kunnen we ons een voorstelling maken. Maar er zitten ook algemene stellingen bij die wel degelijk aanleiding geven voor een discussie. En dan mag iedereen meedoen. Het is december, dus vuurwerk is toegestaan, zou ik zeggen. En we gaan beginnen. En fijn dat u er ook nog mee. Dat is een mooi citaat. In ons midden is Paulien Buurma. Paulien, ik ga maar even staan, dat is misschien het makkelijkst. Hoop mensen kennen je niet. Jij bent volgens mij straatmanager op de Kalverstraat. Ja, en dat het klopt. Rokin en de Heidegeweg. Ja, een aantal winkelstraten in het centrum van Amsterdam. Ja. Ik word ingehuurd door die winkeliersverenigingen. Mm-hmm. De voorzitter van de winkeliersvereniging Kalverstraat is hier ook aanwezig. Is Jurgen Visser. Die is tevens storemanager van Peek & Cloppenburg. Okay. Kan dus ook veel vertellen over de veiligheid van de straten. Ja. Heb je meer mensen meegenomen? Ik heb meer mensen meegenomen. Milan is van maatbeveiliging. Is dat jouw beveiliging of is dat voor de... Particuliere beveiligers. Die worden ingehuurd door met name grote winkels. Maar ja, dat kan hij zelf wel vertellen. Zij lopen ook eigenlijk dagelijks door de Kalverstraat met oortjes in. Wordt betaald dus door de verschillende winkels. Ja. Hier aanwezig zijn ook Martin en Fleur van de buurtgastheren. Dat is iets nieuws in Amsterdam. Wij als winkeliersvereniging hebben ingehuurd. En zij zijn geen beveiligers, maar zij zijn wel onze oren en ogen in de winkelstraat. En op hun manier, heel interessant, dat is eigenlijk vernieuwend. Zonder agressie en geweld en dat soort dingen. Zorgen zij toch ook voor een veiliger winkelstraat. Ja. Zo mooi eigenlijk dat je nu illustreert dat het monopolie op veiligheid en openbare orde ligt niet alleen bij de politie. Dat doen jullie met z'n allen mee. Ja, wij doen dat met z'n allen inderdaad. Ja. Ja. En maar dat gaat ook goed inderdaad. Ja. Met de wijkagent, die natuurlijk ook door alle straten loopt. Ja, die is er niet vanavond, hè? Die kon je niet. Die heeft dienst. Ja. Interessant. De Kalverstraat is een hele drukke straat, misschien de drukste winkelstraat, hè? Zeker, ja. De drukste is niet de veiligste winkelstraat van Nederland. Over het algemeen niet. Waar veel mensen rondlopen, gebeurt ook van alles natuurlijk. Ja. En als we het over winkeldiefstal hebben, is dat echt bij jullie ook nog steeds wel een probleem? Heel groot probleem, ja. Heel er wordt ontzettend veel gestolen, ja. Goed. Dat is ook de meest voorkomende vorm van criminaliteit, hè? Lijkt mij wel, hè? Ja, ik weet natuurlijk ook niet precies wat er allemaal gebeurt, maar het lijkt mij wel. Ik ga naar de eerste stelling. Mag ik de eerste stelling even? De aanpak van winkeldiefstal moeten we helemaal overlaten aan jullie. Dat staat er eigenlijk, aan de winkeliers. Zijn er mensen in die zaal die zeggen, nou, daar ben ik eigenlijk helemaal mee eens. Dat lijkt me fantastisch. Mag ik jou eens vragen, zo spontaan? Wat denk je? Ja? Nee, ik denk niet dat we het geheel aan winkeliers moeten overlaten. Want? Want de politie heeft nog steeds een rol bij het aanhouden van de winkel. Maar kun je toch ook mensen aanhouden, of niet? Ja? Ja, ik kan ook mensen aanhouden, dus dat hebben we al niet voor nodig, die politie. Wat doen jullie er daarna mee? Overdragen aan een opsporingsambtenaar. Ja, als het nodig is. Mm-hmm. Ja, nou, ja, de meeste van de keren dan dragen we ze wel over aan de politie. Ja. Maar dan zie je niet dat daar een rol voor de politie ligt? Ja zeker. Voor het vervoer en voor de. Die moet weer over worden gedragen aan een hulpofficier van de justitie. Mm-hmm. Ja, om de verdere vervolging te laten plaatsvinden. Daar blijft het bij, hè? Ja. Dat kunnen we echt niet zelf doen. Ja, precies. Ga even naar Ronald van Steden. Jij bent er ook, Ronald. Ja. Ja? Hoe kijk jij er tegenaan, dat je tegen deze stelling? Dat je zegt, nou ja, wat zou nog de rol moeten zijn voor... Ik denk dat tot op grote hoogte het over te geven is aan de winkeliers en aan de beveiligers. Mm-hmm. Omdat nou in de eerste plaats, je kunt niet overal politie neerzetten. Nee. En in de tweede plaats, het gaat om winkeliers die ook gewoon hun winkel waar open en bloot neerzetten. En daardoor ook een verantwoordelijkheid moeten nemen, zeg maar, om dat op een goede manier te beveiligen. Ja, dus ik zeg eigenlijk, de verklaring van winkeldiefstal is dat bedrijven eigenlijk zelf de gelegenheid scheppen. Zeker. Ook. Ja. Dus als je wilt dat er minder winkeldiefstal komt,
Dan moet je gewoon je winkel anders inrichten. U wilt direct reageren. Microfoon. Wie bent u, eventjes een vraag? Leen Schaap en ik werk bij de brandweer. Ik dacht, het is een interessante avond. De aanpak van winkeldiefstal. Kijk, ik maak een verschil tussen het voorkomen van winkeldiefstal. Dat vind ik echt een taak voor de winkelier zelf. Ja. Maar de aanpak van winkeldiefstal is iets. Het is het aanpak van een misdrijf. Ja. En daar moeten we het over hebben. En dat kan je niet neerleggen bij de winkelier of bij de burger. Want het is niet zo, omdat iets veel gebeurt, dat je dan moet zeggen, nou ja, dat kan de burger zelf wel doen. Want dan op enig moment komen we dan tot de situatie, zal de Amsterdamse situatie nemen, dat je zou kunnen zeggen, nou ja, fietsendiefstal gebeurt zoveel, dan moet de burger zelf maar aanpakken. Ja. Dus principieel zeg ik, politie en justitie hebben daar een rol bij. Dus aanpak van winkeldiefstal helemaal overlaten aan de winkelier, vind ik echt een hele slechte stelling. Zijn er nog mensen die zeggen, nou, ik ga toch wel een beetje heel erg in mee, uw mening, ja? Of bent u ook tegen? Nou, ik wil daar graag aan toevoegen dat de winkeldiefstal. En wie bent u trouwens? Ik ben Stefan Horst. Ik heb een beveiligingsbedrijf. Als maat. Wij houden de hele dag door winkeldieven aan, door winkelcentrums in heel Nederland. En winkeldiefstal moet echt opdelen in gelegenheidsdiefstal en het mobiel banditisme. Ja. Want de telefoonhoesjes, dieven die wij de hele dag aanhouden. Ja, dat is hartstikke leuk voor de jonge beveiligers die wat ervaring kunnen opdoen. Ga je de slag niet mee winnen in de economie. Maar als je ziet dat je in 5 minuten tijd twee keer je ogen knippen, ook gewoon 25.000 tot 30.000 euro kan verliezen aan een partij Oost-Europeanen die ook je winkel inkomen. Kijk, dat zijn de dingen. Daar heb je de politie en die publiek-private samenwerking. Die heb je daar echt bij nodig. Ja. Uitwisselen van informatie, snelle afhandeling, herkenning, doorpakken met het OM, met de politie. Dat die mensen vervolgd worden en niet binnen 3 uur weer op straat staan. Ja. We hebben ook gehad dat ze 's ochtends aangehouden worden. En 's middags ook gewoon weer dezelfde mensen met dezelfde buit tussen de 10.000 en 20.000 euro weer aanhouden, 2 keer op een dag. Goed, ik ga heel goed hoor. Daar kom ik zo nog even op terug, want er is misschien ook een andere oplossing voor. Ik mag even de volgende stelling, want die zegt, je kunt wel degelijk als winkelier diefstal van telefoonhoesjes en andere zaken zelf oplossen. Bijvoorbeeld door te zeggen, winkeliers moeten bij winkeldiefstal direct zelf een boete kunnen in. Als je bij de Albert Heijn bij de scheermesje staat, dan staat daar 181 euro boete. Als je dat en dat int gewoon eigenlijk de winkelier. Er komt geen politie bij kijken, geen procesverbaal, geen vervolging, aangifte, wat dan ook. Dus ja, als alle winkeliers dat doen, dat scheelt weer een hoop werk voor politie. En dan kunnen ze andere dingen doen. Ja, Martijn. Martijn van der Beek van Hofman. Ja. Het is volgens mij een kwestie van perspectief. Je kan het strafrechtelijk perspectief erop loslaten en zeggen, dat is diefstal. En daar heeft de overheid een rol in. Ja. Maar ik kan ook zeggen, dit is een onrechtmatige daad. Het is puur civielrechtelijk. Het is tussen twee burgers. Ja, precies. En waarom kunnen die burgers dat onderling niet afhandelen? En als uit die onrechtmatige daad schade ontstaat voor die winkelier en die kan dat meteen afregelen, dan zou dat volgens mij een reële weg moeten zijn. Dus we moeten niet per definitie altijd die strafrechtelijke bil opzetten. Ja. Want als de schade ongedaan maakt, wat is dan eigenlijk gebeurd? Ja. Oké, dus een pleidooi die eigenlijk hierin meegaat. Ronald? Er moet in de microfoon gesproken worden, want we streamen live. Dat is goed. Nou, het gaat nog wel verder dan dit. Ja. Want het is ook mogelijk om winkeldieven bijvoorbeeld een collectieve winkelverbod op te leggen. Ook privaatrechtelijk. Die mobiel banditisme. Ja, dus dan zeg je gewoon, je bent aangehouden in deze winkel, mag je de hele winkelstraat niet meer in. Kun je ook gewoon privaatrechtelijk afhandelen. Om schade tegen te gaan, inderdaad. Ja, ja. Precies. Ook een prima oplossing. Meneer Heijn, volgens mij. Hè? Tom Heijn, recherchebureau Heijn. Ik vraag me even af hoe je dan het onderscheid maakt tussen mensen die wel willen betalen, dus eenmalig een keer een winkeldiefstal plegen, of de georganiseerde misdaad. Ik bedoel, ik denk toch dat je er niet aan onderuit komt om toch die wisselwerking met de politie en de vervolging van justitie te hebben. Ja. Ik ben het wel eens. Het is in feite een civielrechtelijke overeenkomst. Je kunt iets uit het schap pakken en je moet ervoor betalen. Dus in dat geval schuif ik even aan. Ben ik het daar wel mee eens. Maar uiteindelijk zul je toch wel die tweedeling wel moeten houden. Ja, het is een fantastische kans voor de overheid. Want alles wat je niet meer hoeft te doen en wat het bedrijfsleven zelf organiseert en de schade, de investering die ze zelf doen, is een enorme ontlasting van die strafrechtelijke keten. Dus alles wat je zeg maar kunt organiseren, privaatrechtelijk, op een manier dat je ook wel de rechten van de betrokkenen zeg maar waarborgt voldoende. Ja. Ik hoor jou zeggen, ik heb het beste voor met politie en OM. Laat ze vooral andere dingen doen dan dit soort dingen. Zeker, als je het hebt over geweld, als je het hebt over dingen waar je zegt van dit zijn echt dingen waar we echt ons zorgen over moeten maken. Gaan we even kijken of je collega het met je eens is. Maar laten we de zorgvuldigheid wel bij het OM en de politie.
politie neerleggen. Als iemand het één keer doet, nou ja, oké. Okay. Maar dat weet je als winkel niet. Als iemand 10, 20, 30, 40 keer die winkeldiefstal pleegt, iedere keer een afweging maakt, nou, als ik verlies, dan kost me €181. En de buiten is misschien wat meer. Dus de politie moet even kijken, hey, deze persoon komt er vaker voor. En die komt er misschien ook wel in het traject à la ISD, dat soort zaken. Dat we op die persoon gaan zitten. En niet alleen maar, oh, je wordt gepakt, je moet even betalen en dan is het ook alweer klaar. Oké, maar dan hebben we nog een andere oplossing voor. Mag ik even de volgende stelling? Dit is nog een 1-2'tje doen vanavond. Camera's van de gemeente moeten ingezet worden voor de criminaliteitsbestrijding. Je hebt ook nog de camera's in de winkel zelf. Ja, je bent binnenkort een keer achter natuurlijk als er iemand meerdere keren zich vergrijpt. Ergo, ook dat hebben we opgelost. Ja, maar? Dan gaat het nog steeds die tweedeling tussen gelegenheid en mobibanditisme, waarin je echt die gemeente en de politie nodig hebt. Het voorspellen van criminaliteit. Zeker als er bendes in het land zijn. Ja. Ik kan nu al zeggen, als er in Rotterdam Alexandrium zijn geweest in een vestiging van ons, en we houden ze niet aan, wel of niet, staan ze binnen 3 uur staan ze in de Bijenlandse Laan. Ja, dat is een feit. Verplaatst zich. Ja. Ik ga even weer naar even wat algemeen. Mevrouw, mag ik u eens vragen? Als u dit zo ziet, camera's van de gemeente inzetten voor criminaliteitsbestrijding. In Amsterdam kan dat niet. Maar ja, misschien dat u zegt, dat is eigenlijk wel heel prettig als ik zo een beetje hoor wat er speelt. Ik vind dat lastig, want je neemt dan niet meteen de gezichten mee van de criminelen, maar ook van de rest van de burgers mee. Ja. Dus je moet dan ook wel privacyrechten. Ja, maar dat hebben we dan goed geregeld. Kan dat? Nee, dat kan je dan niet zo goed regelen. Waarom niet? Nee. Omdat je dan, dan moet wel heel erg goed gezuiverd worden tussen die gezichten en dat gaat niet zo makkelijk. Nee, dat doen we niet door camera's een robot niet. Laten doen. Dat is dan weer een andere stelling. Dat is dan weer een heel andere discussie, denk ik. Oh ja, dan vraagt wie leest die beelden. Hè? Maar goed, dat is interessant. Ja, ja. Oké. Okay. U zegt, nou, er zit toch een privacy element aan. Zijn de mensen die zeggen, ik vind het fantastisch dat dat gaat gebeuren. Wat vindt u ervan, meneer? Oh, excuus. Ik ga het even één keer zeggen. De avond wordt live gestreamd. Dus het is heel fijn als u even wacht dat wij bij u zijn met de microfoon. Ja, u bent dus ook in beeld in die camera. Ja, goed, ja. Nee, ik ben het al 100% eens met de dame. De privacyrechten van de burgers worden op die manier wel heel erg geschonden. Heel erg. Maar dat is ook in die winkel waar u boodschappen doet. Ja, maar dat is dan een keuze die je zelf maakt. Je gaat die winkel in en als het goed is, wordt daar aangegeven dat de camerabewaking is. Ja, u gaat ook shoppen in die Kalverstraat. Dat is dan toevallig openbare ruimte, maar ja. Ja, maar goed, ik kan er ook gewoon doorheen lopen. Ja, het is wel druk. Maar okay, ja, kan. Ja, oké. Okay. Keuze, ja. Het idee is hier, je kunt samenwerken om iets te doen aan winkeldiefstal, hè, op deze manier. Ja, nee, zeker. Ik ga even over die camera's voor criminaliteitsbestrijding in relatie tot privacy. Ja. Want ik ken de discussie over privacy en ik snap hem, maar ik wil er iets tegenover zetten. Ja. Privacy mag ook niet de schuilplaats zijn voor criminaliteit. Ja. En ik ben bang dat de privacy discussie gaat overheersen. Want criminaliteitsbestrijding vinden we belangrijk. Hè? Veiligheid is belangrijk. En vervolgens zeggen we, maar die privacy is ook erg belangrijk. Ja. Maar du moment dat je komt op Schiphol, hè, en er moet een paspoort en je wordt gefouilleerd en je staat, dan vinden we geen enkele privacy schending vinden we een probleem. Ja. En op het moment dat we een keertje opgenomen worden via een camera op straat, vinden we dat een probleem. Dus ik zou daar eens goed over nadenken hoeveel privacy we überhaupt nog hebben. Ja. En het niet te snel laten dienen als schuilplaats voor criminaliteit. Ja. En ik hoor u zeggen, je moet een afweging maken tussen die collectieve veiligheid, het bestrijden van mobiel banditisme, en dat je daar iets voor moet over hebben. Dat je net laatst daar iets voor moet over hebben. Je moet er zeker iets voor over hebben, want je kan niet zeggen, we bestrijden criminaliteit en vervolgens wil ik volledig in mijn privacy blijven. Ja, dat is duidelijk. Kiezen uit twee kwaden. Ja, oké. Okay. Prima. Bob, wat vind jij van deze stelling? Je bent ook altijd erg voor samenwerking. Je zegt, ja, de politie heeft eigenlijk Pop Hogeboom, Nijenrode, hoogleraar en Frederik Pivaat. Ik heb hier wel ook een mening over, maar ik wil nog even iets zeggen over die boetes. Oh. Daar stappen we een klein beetje te gemakkelijk overheen. En omdat er blijkbaar zo'n ritme is dat we zoveel stellingen moeten doen. Nou, gaan we naar het onderwerp. Ja. Het Openbaar Ministerie is de afgelopen 2 weken in het nieuws gekomen. Omdat, ik geloof in 2005, transactiebevoegdheden ruimschoots. En we hebben nu al problemen met de rechtmatigheid en de controleerbaarheid van wat het OM doet. Laat staan wat er gebeurt als het bedrijfsleven dat zelf zou kunnen gaan doen. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Even een vraag stellen. Zijn er slechte ervaringen met Albert Heijn die dit mag doen, met de Hornbach geloof ik die dit mag doen en anderen? Dus je zou kunnen zeggen, ja, voorbeeld doet volgen. Het gebeurt al, hè, die €181 boete. Ik,
Ik weet niet of dat slecht is. Ik heb geen voorbeelden van. Nee. Ja. Wie van de twee heren? Wim, ja. Willen we het met Bob Hoogema eens, hè, van, want jij liep er zelf een beetje vlot overheen. Hè? Ja, expres. Die 181 ja. euro, dat ja. is een afspraak die we dan met grootwinkelbedrijven hebben. Dat zij een aanhouding doen, overdragen ja. aan politie. Ja. En dan zeggen, hé, maar we hebben nou ook kosten gemaakt. En de kosten die brengen we civielrechtelijk in rekening. Mm-hmm. Maar dat is wat anders dan dat je zelf helemaal civielrechtelijk afdoet. Dat is wat mijn buurman vindt. Dat is wel wat de stelling wil zeggen. Ja. Dat er moet gebeuren. Ja. En ik ben het helemaal ook met Bob Hoogema eens. Hè, van, we moeten ook oppassen dat we de wellicht licht dementerende man die bij Hornbach iets zogenaamd jat. Okay. Ofwel, het kan ook zijn dat hij zeg maar, helemaal vergeet iets af te rekenen. Dat hij toch die 181 euro maar betaalt omdat hij verder van het gezeur af wil zijn. Omdat de persoon achter de kassa niet het onderscheid kan maken tussen... Dat bedoel ik. Nou, en dat is nou precies hè, waar het om draait is. Hè, van, ja, in hoeverre nemen we ook mee de grondrechten van kwetsbaren in onze samenleving. Ja. Oké. Okay. Maar de vooronderstelling is een beetje dat kwetsbaren vooral overgaan tot diefstal. En dat weet ik niet of dat klopt. Ja. Kwetsbaren zijn mensen die niet voor zichzelf goed kunnen opkomen. Ja, dat is de andere kant. En daar heb ik het over. Ja, dus zelfredzame mensen, dat lukt allemaal wel, want die zijn monfiat genoeg. Maar kwetsbare mensen, daar bedoel ik hè, mensen die niet uit zichzelf kunnen opkomen. Maar ja. die ook gewoon verdienen dat vanuit waarde van de rechtsstaat hè, er goed wordt gekeken naar rechtszekerheid, naar rechtsgelijkheid. Helder. Die meneer achter je. Dan kom ik misschien zo nog even bij jou, André. Ja. Wie bent u? Henri Matron, gewoon burger. Okay. Ik moet met de professor uit Nijrode eens zijn. Want één groep die ook wordt vergeten zijn kinderen. Ja. En ik heb als kind van 12 jaar een zeer slechte ervaring waar ik nog steeds boos over ben. Ah. Over onterecht beschuldiging. Ik werd een uur ondervraagd. Ja. Zonder ouder erbij, zonder politie, niets. Okay. En dit is een enorm groot probleem. Zeker met bepaalde groepen die toch het al moeilijk hebben. Okay. Dus, ja. Ik ga even naar André toe. Ben je het ook mee eens of zeg je van, nou, nu hangen we helemaal erg naar de andere kant? Nee, deze André. Dit gaat niet meer over de camera's, nog niet over de camera's, maar het gaat over het nee, nog even dit afrechten van de transactie. Is het echt een slecht idee van die Martijn? Ik zeg, doe het nou helemaal civielrechtelijk, het is schade en je moet het zorgvuldig doen. Rekening houden met rechten, dat is nog even een kunst, maar... Ja. Ja. Kijk, ik vraag me af wat we ervan zouden vinden als je een optie aanbiedt. Ja. Namelijk... In principe doen we aangifte. Ja. Je mag het ook afdoen met een vergoeding voor de kosten en voor de schade die wij geleden hebben. Doe je dat niet, dan halen we de politie erbij. Daarmee bescherm je ook de zwakkeren, die niet zo goed voor zichzelf op kunnen komen. Ja. Want die zullen zeggen van... Het is hier van creatief idee en de vraag is of het chantage is. Ik weet het niet. Ik vraag me af wat we ervan zullen vinden. Dus ik heb daar geen mening over. Om het een beetje scherper te maken, zeg ik van, is dat geen chantage? Het hangt volgens mij ook van je. En wat bedoel je met chantage? Want je krijgt een mogelijkheid te kiezen, anders kun je hebben geen eens een keuze. Maar kijk, waar we hier over praten is op één niveau samenwerking. Zijn we allemaal voorstander van en dergelijke. Ja. Op een ander niveau is er sprake van een grondige verschuiving in uitoefening van veiligheid van de overheid naar het bedrijfsleven toe. En dat raakt dus aan machtsvragen en aan machtsuitoefeningsvragen. Ja. En ik vind dat we daar veel te weinig aandacht aan besteden. Ik vind het prima dat winkeliers allemaal fantastische dingen doen. Dat ze een rol spelen in het aanhouden van mensen, overdragen. Beelden mogen, als het echt noodzakelijk is, worden gebruikt. Maar we moeten heel erg goed in de gaten houden dat dit om macht gaat. En we hebben de staat gecontroleerd een paar honderd jaar geleden... om die macht een beetje checks en balances in te bouwen. En wereldwijd, en ook in de Kalverstraat, vindt er een verschuiving plaats... naar de private sector en de grondrechten, de burgerrechten, de privacy, controle op macht is veel minder ontwikkeld dan binnen de overheid. Nou, en dat is zeggen, een fundamenteel probleem. Ja, maar je schetst alleen het probleem, maar je geeft niet de oplossing. Je wil dat bedrijven, ook winkeliers, ook gecontroleerd kunnen worden op wat zij doen dan. Nee, ook. Maar in belangrijke mate gebeuren er in en in fatsoenlijke dingen en ontwikkelt de politiefunctie zich zodanig dat het bedrijfsleven en al die prachtige voorbeelden die hier de revue passeren, dat zal de komende decennia alleen maar verder toenemen. Ja. Daar ben ik een groot voorstander van. Ja. Maar tegelijkertijd moet je
de verticale verantwoordelijkheid zijn burgers, cliënten, werknemers, zijn die al dan niet beschermd? Ja. En ook daarvan vind ik dat we veel te zwakzinnig praten en inrichten of we klachten kunnen indienen, of we mensen kunnen aanspreken, of we civielrechtelijk iets kunnen doen, of we vergunningen kunnen intrekken. Omdat we veel te obligaat achter die ideologie van horizontaal en PPS. En het is allemaal mooi. Even je buurman. Ja, zo. Ja, daar waar Bob net op het OM zat te bestje, was ik het natuurlijk niet met hem eens. Maar hier ben ik het wel met hem eens. Ja. En het opent dus eigenlijk de vraagstelling. Als het dus gaat over macht en machtsuitoefening, dan is er dus machtsongelijkheid. Mm-hmm. Of dat het nou zwakke burgers zijn of een hele zelfredzame burger tegen een hele grote onderneming. Hè, laat ik het nou maar even zo zeggen. Daar zit ook een machtsongelijkheid in. En volgens mij kan je dus alleen maar duurzaam dit soort ontwikkelingen blijven volgen als je op zoek gaat naar de waarden die ons binden. En dus in de wijze waarop we benaderen met elkaar een social deal hebben, of dat er nou een particuliere beveiliger optreedt of een organisatie die belang heeft bij het voorkomen van verzekeringsfraude, dat de manier waarop we met de mensen omgaan die we verdenken van dit soort feiten, dat we daar een goede code met elkaar over hebben afgesproken. En mijn zoektocht zit dus in... Je maakt me zo nieuwsgierig wat je nou bedoelt. Je hebt het over waarden en codes. Oké, er is een winkeldief. En nou zeg je... Ik wil hem wel concreet maken. Hè? Ja? De keuze voor doe je €181 over aangifte. Ja. Ik vind de opmerking, ja, dat is dus chantage, of dat komt heel snel dichtbij, die vind ik buitengewoon waardevol. Want er is niemand die zegt, nou weet je wat, doe mij maar een strafblad. Dus het is eigenlijk helemaal geen keuze. Oké. Maar ik zou... Bob, je bent even... Dit was een reactie op hem, dus jij mag zo weer. Even naar André. Jij zegt, het was niet bedoeld als chantage. Het woord heb ik niet in mijn mond genomen, heb ik zeker ook niet bedoeld. En ik begon met te zeggen, wat zouden wij ervan vinden als? Ja. Ja? Dus eigenlijk poneren. Keuze. Ja. Als ik een onverhoopt een aanrijding heb met mijn auto, dan kunnen we gezamenlijk besluiten, we doen het met elkaar af. Hè? We vullen het schadevermindering. Burgers onder elkaar. Ja. Als ik een ongemakkelijk gevoel bij heb, dan bel ik de politie. Ja. Als ik het vermoeden heb dat de ander gedronken heeft of veel te hard gereden of weet ik wat niet al. Ja. Okay. Dat is geen chantage. Dat is toch interessant, Charles, als je het hoort. Ja, dit is wel een interessante, maar dit is geen voorbeeld van publiek-private samenwerking tussen machtsongelijken. Okay. Dus hier zitten twee burgers die toevallig een ongeluk hebben, niet toevallig. Of de winkelier. Maar het gaat mij dus echt over situaties waarbij er ook in het burger-burger of burger-bedrijfsleven ongelijkheid kan ontstaan. Ja. Waarbij je die ongelijkheid op een of andere manier op basis van gedeelde ethiek, zo je wil, zou moeten reguleren. Ja, heeft iemand een idee erover? Want ik vind het best ingewikkeld. Heb jij een idee? Of alleen een reactie? Ja, maar een idee. Ik was op zoek naar een idee. Hoe kun je dit dan doen? Heb jij een idee? Er komt een antwoord. Een antwoord is iets anders dan een reactie. Ja. Dit is dus al een keer getest. Het uitgeven van boetes zonder dat de politie erbij komt. En daar is heel snel weer de stekker eruit getrokken na 3 à 4 maanden. Bij een grote bouwketen in Nederland. Daar is heel snel de stekker uitgetrokken. Omdat de mensen op straat werden gezet die nog gesignaleerd stonden. En dus te snel €181 boete uitdeelden bij de bouwmarkt. Okay. Terwijl ze echt gewoon gesignaleerd stonden voor veel grotere delicten. Jij zegt, ik heb geen idee, maar het antwoord is, het gaat niet werken. We hebben nog steeds geen goed idee. Je had wel een idee? Nou, ja, Bob. Ik heb wel een idee van, dit is een licht abstract en wetenschappelijk en normatief. Oh ja. Maar we moeten de straat erbij betrekken. Kalfstraat, mensen die hebben jullie op enig moment ook maar enige affiniteit met al die grote woorden die wij gebruiken? Nee, want jullie doen... Gaan we even naar de winkelier. Ja. Nee. Ben je al een beetje geholpen vanavond? Nee, totaal niet. Het is een heel groot probleem. Hè. Dat moeten we niet onderschatten. En die €181 is een... bij inderdaad wel is, een paar keer per jaar. Ik heb meer dan 100 aanhoudingen. Je moet sowieso een adres in Nederland hebben. Wil ik dat kunnen innen bij je? Dus het klinkt allemaal prachtig. Maar in de praktijk heb ik er niet heel veel aan. Daarbij biedt het in mijn ogen ook geen oplossing voor georganiseerde criminaliteit. En we hebben vooral te kampen met georganiseerde criminaliteit die van verder weg komt dan Amsterdam. En verder weg komt dan Nederland. Ja.
Oké, wat zou je willen als het gaat om betere samenwerking? Maar daar praten we vanavond een beetje over. Jullie als private partijen, beveiligers, politie, OM. Ja, een intensievere samenwerking sowieso. Ik bedoel, als bedrijf geef ik op jaarbasis extreem veel geld uit aan beveiliging. Ja. Dat heb ik ervoor over. Ja. Maar het wordt ieder jaar meer, het wordt niet minder. Mijn aanhoudingen worden ook steeds meer. Dus daar moet wel iets veel meer met politie worden samengewerkt. En dat het sneller gaat. En het kost mij ook naast mijn beveiligingsbedrijf ook een hoop tijd om die aangiftes allemaal te doen. Het is allemaal veel te complex. Ja, nou was een van de eerste redenen om te zeggen, nou, als je nou je winkel wat minder diefstalgevoelig maakt, scheelt ook. Of is dat een hele rare redenatie? Ja, dat is echt. Ja, sorry, dan kom je niet uit de praktijk. Het spijt me, maar ik ben ook van de retailer. Maar ja, heb ik gisteren toevallig geroepen bij de winkel. Ik ga, ik heb 3 deuren. Ik ga 2 deuren dicht doen en ik zet bij iedere deur een beveiliger. Of bij de deur die nog open is een beveiliger die gaat iedereen controleren. Dat is natuurlijk ziek, maar het zou bijna moeten. We hebben gewoon aanhoudingen van 700-800 euro per keer. Okay. Dus het gaat wel ergens over. Zeg maar. Het gaat niet om die onderbroek. Maar je hebt nog geen oplossing. Je zegt, ik heb wel een probleem. Als ik hem had, dan had ik... Meneer Heem, ja. Nou, kijk, we hebben het hier over samenwerking, maar wat er, vind ik, ontbreekt... Kijk, winkeldiefstal is een groot probleem. Natuurlijk heeft een winkelier daar zelf verantwoordelijkheid in. Alleen wat ik mis, en dat is mijn eigen ervaring ook... is dat er ook zo weinig informatie uitwisseling is van de politie naar de winkelier toe bijvoorbeeld. Want hoe goed zouden jullie geholpen zijn als er bijvoorbeeld een dadergroep bekend is in Nederland die alle grote winkelcentra afscant en skimt, zeg maar. En wat je nu ziet in de praktijk, de politie en justitie is heel erg... gedreven om informatie te krijgen van allerlei particuliere bedrijven. Maar het is echt een eenrichtingsverkeer. Ja, ja. Oh, dat is interessant. En dat gaat niet werken zo. Heb je er wel eens gevraagd van, kun je wat meer informatie geven? Ik persoonlijk niet. Nee. Misschien. Ja, er komt een nieuw platform. Hè? Daar weet Jurgen ook meer van. Eind januari komt dat naar buiten. Platform Veilig Ondernemen. Makkelijke naam. En dat is meer de bottom-up procedure, waarbij dus vanuit de straat wordt aangegeven, dit zijn de problemen waar we mee kampen. Ja. En we moeten gevoed worden ook door andere partijen, waaronder natuurlijk politie, van nou, dit is er ook aan de hand, hè, in de buurt. Ja. Neem dat mee, klopt dat? Is dat een match? Kunnen we samen eruit komen? Of moet het een apart project worden? Nou ja, dus dit is iets nieuws wat eind januari naar buiten komt en wij geloven daar wel in. Ja. Omdat je natuurlijk vanuit de straat zelf het meeste ziet. Oké, maar de vraag was een beetje... Mm-hmm. Kun je meer verwachten van de partijen die ook als het goed is de helpende hand bieden? Politie bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Want dat is de afspraak ook in dit nieuwe platform. Dat de politie ook meer informatie aan ons gaat geven. Dat was een afspraak. De belofte die gaat komen. Oké. Heeft u nog een idee? Anders gaan we naar de volgende onderwerp. Ja, ik, toch eens een aanbeveling. Ik kreeg laatst een bekeuring voor rood licht. Ja. Het ging zo snel. Die agent die hield zijn camera op mijn rijbewijs. Ja. Handelde het in 3 minuten af. Waarom kan het niet bij de winkeldiefstal? Te plaatsen komen. Ze zijn wethandhavers. Ja. Controleer de persoon of het een first offender is of een veelpleger. Ja. Neem meteen contact op met een officier van justitie. Handel het meteen af in die winkel. Ja, snel meenemen of weg. Ja, precies, gewoon kenteken meenemen. Want het meenemen van zo'n winkel die vreet zoveel capaciteit. Ja, bij de politie, exact. Maar ook bij de winkelier. Sneller de afhandeling, hoor ik je zeggen. Ja, ik voor. Dat is een mooi idee. Die camera's die hangen dus niet in de Kalverstraat. Nee. En ook de politie heeft daar last van. Want als er iets gebeurt, hè, we hadden een enorme inbraakgolf afgelopen maanden in de Kalverstraat. Ja. En het was moeilijk om die mensen te vinden. Ja. Uiteindelijk met beelden vanuit winkels, wat dan eigenlijk niet mag, is de recherche aan de slag gegaan. Ja, het is wel het bekende verhaal. Ja. Maar de politie zegt ook, als wij gewoon camera's in die straat hadden, dan hadden we die mensen al veel sneller gevonden. Er zijn steden in Nederland waar dat wel kan, hè? Nou, in sommige straten in Amsterdam mag het, maar hier is het een politiek besluit. En ik vind het zelf ontzettend achterhaald. Maar zouden winkeliers en politie samen kunnen zeggen, hey, dat kunnen we beter oplossen, laten we die camera's wel gebruiken? Ja, absoluut. Valt er met de politie over te praten? Ja. Natuurlijk valt er met de politie over te praten, maar het is geen keuze van de politie. Maar van de politiek. Het is een politieke keuze. En je ziet dat dat per stad verschilt. En in deze stad is dat, zou ik het netjes zeggen, ingewikkeld. Ja, leuk. Totdat wij met z'n allen zeggen, daar moet eens verandering in komen. Dan moet u ook iets anders stemmen in deze stad. Maar dat is een detail. Oké, we gaan een beetje afronden. We hebben idee. Ik zag jouw aantekening. Wat heb je aangetekend, Wim, waarvan je dacht, dat vind ik interessant? Nou, wat ik heb aangetekend is nog die snellere afdoening. Daar zijn we mee bezig. Dus in die zin hoop ik dat we eind volgend jaar daar al aan kunnen voldoen.
Dus dat is één. Tweede is wel, hè, van... Ik heb dan wel steeds van dat we er nog niet uit zijn... Hè, hoeven die grondrechten van die burgers... Ja. Als we dat civielrechtelijk of privaatrechtelijk afdoen... hoeven we dan met die grondrechten omgaan. Okay. En dat blijft voor mij nog wel een issue. Ja, die blijft nog even hangen. Maar ik beloof je dat de grondrechten nog een keertje terugkomen vanavond. We gaan naar het nachtleven toe. Kevin, welkom. Je bent beveiliger, hè? Je had tot 7:30 dienst. En... Je bent een van de 35.000 in Nederland, geloof ik, particuliere beveiligers. Je hebt nog een collega in zitten, Milan. Je moet er maar bijvallen als het nodig is. Ja. Ja, als we over publiek-privaat praten, dan zou je kunnen zeggen... mooi, als het om het oplossen van hetzelfde probleem gaat... moet je ook over dezelfde middelen beschikken. Ik bedoel even, als de politie bepaalde dingen kan om aan te pakken... en de politie is even niet en jij wordt geconfronteerd met problemen... zou je ook over diezelfde middelen wellicht moeten kunnen beschikken. Want ja, het geweldsmonopolie alleen bij de politie... Ja. Moeten we het over niets mee doen, hè? Dat is een publiek-private samenwerking praat. Maar je moet eerst even vertellen waar je wel eens tegenaan loopt. Je hebt twee korte voorbeelden volgens mij. Ja, nou ja, ik ben horecaportier in Amsterdam, nu al 10 jaar, bij verschillende clubs in Amsterdam. De twee dingen waar wij voornamelijk tegenaan lopen is dat we aan de positieve kant hebben een goede samenwerking met politie en justitie altijd. Als het gaat om grote evenementen, hoe gaan we dit oppakken, hoe gaan we de veiligheid regelen, et cetera. Ja. Als wij politie bellen, zijn ze er ook snel. Lijnbaanskracht. Het is goed dat je dat even zegt. Ja. Dat is altijd een goede samenwerking. Ja. Maar op het moment dat er dingen fout gaan, voor ons, wat negatiever, dan is het een eenrichtingsverkeer, voor ons gevoel. Dat kan er bijvoorbeeld zijn als ik op zaterdagavond het aan de stok krijg om een of andere reden met iemand... aan de stok die je niet hebt, toch? Een klant, een stok die ik niet heb, inderdaad. En daar dat is een vechtpartijtje geweest. Ja. Daarbij is een vervelende bezoeker is daarbij iets wat gewond geraakt. Een blauw oog, blauwe plekken, et cetera. En die doet aangifte tegen ons voor mishandeling. Dan merken wij al heel snel dat het OM best wel hard kan gaan lopen om onze passen af te pakken. En dan wel ook geen ondersteuning te bieden in de rechtszaal. Ja. En dan als je in de rechtszaal bent, dan staat daar die kerel die op zaterdagavond ontzettend agressief en vervelend was, omdat hij 2 gram coke in zijn neus had zitten. Die blijkt dan een Zuidas man te zijn die op dinsdagmiddag netjes in 3-delig pak en zijn bruine lakken dakschoenen daar staat. En een rechter zal makkelijker denken van, oh god, die brute apen van portiers, beveiligers, die zal het inderdaad wel hebben uitgelokt. Ja. En die arme man die is nu voor zijn hoofd geslagen zonder enige reden. Ja, okay. En het OM laat ons daar een beetje in de steek. Ja, die kunnen dat onderscheid niet maken. Ja, oké. Okay. Een tweede voorbeeld? Het tweede voorbeeld is waar we echt in de praktijk op het moment dat ik iemand mij bedreigt, uithaalt naar mij... bijvoorbeeld een slag naar mijn hoofd geeft, ik weer deze klap af. Maar je bent snel. Waardoor ik geen schade oploop. Ja. Vervolgens moet ik wel die persoon aan gaan houden, want hij probeerde mij te verwonden. Deze man die ligt op de grond, politie komt erbij. Wordt deze man ook weer vrijgelaten, want poging tot mishandeling bestaat niet. Poging tot zware mishandeling bestaat wel, maar ik heb geen schade. Dus wordt deze man weer vrijgelaten, mag hij vertrekken. En een uur later komt hij weer terug of hij wacht mij op na mijn werk. Om me dan alsnog even te vertellen hoe het zit. Ja. En daar voelen we wel, merken we dat mensen de neiging gaan krijgen om dan maar niet meer de politie te bellen. Want wij hebben geen schade. Dus zullen we het dan maar zelf oplossen. En dat dan krijg je eigen rechter. Ja, oké, prima. Dat geeft aanleiding tot nadenken over de volgende stelling. Je zegt publiek-privaat moeten de dingen veranderen. Mag ik de volgende stelling? Private beveiligers, zoals jullie, moeten eigenlijk over geweldsmiddelen beschikken. Wat je zelf... Nee, wacht maar eens eventjes. Wie krijgt wel steun? Ja, mevrouw, wat vindt u als u dit zo ziet? Nee, ik denk dat het toch via de politie moet blijven lopen. Het duurt eventjes. Ja, maar ja, dat is dan zo, want daar ligt het geweldsmonopolie. Ja. Iets anders wat ik eigenlijk de hele tijd al denk is... Ja. Dit gaat volgens mij niet heel erg over publiek-private samenwerking. Ja. Het gesprek wat we nu met elkaar voeren. Ja. Maar meer over keuzes. Waar ligt het recht om iets aan te pakken of niet? En bij samenwerking denk ik meer hoe kun je elkaar versterken. Ja. En zorgen dat je gezamenlijk tot oplossingen komt. En nu hebben we het eigenlijk steeds over keuzes. Wie doet wat? Ja. Dus het is niet helemaal het gesprek...
Okay. U zegt, ik wil met name hebben over de directe samenwerking. Het is dus ook een vorm van samenwerking dat je zegt van ja, laten we de taken goed verdelen. En als we nou een veilig Nederland willen, moeten we het eigenlijk net iets slimmer aanpakken dan nu. Dus ook publiek-privaat, misschien net iets anders dan u dacht. Nou, dat betekent dat je van tevoren afspraken maakt. Ja, dat je zegt, bijvoorbeeld in een convenant of op een andere manier. Ja. Hoe gaan we in deze situaties, wat zijn de scenario's? Ja. Hoe gaan we het met elkaar aanpakken? En dan ga je dus van tevoren met elkaar kijken, hoe willen we het met elkaar regelen? Ja. Nou, en dat is dus wat anders dan dat je per aspect bekijkt wie moet wat kunnen doen. Ja, oké. Okay. Maar goed, dank voor de commentaar. Ja. Dit is een aspect, maar we kunnen het zo dan eigenlijk ook wel even breder trekken. Misschien als het gaat om de particuliere beveiligingsbranche. Zijn er mensen die echt een pertinente mening hierover die zeggen? Nou, waarom niet eigenlijk? Ik ben er wel mee eens. Jij knikt ja? En u knikt nee? Oh, zullen we bij ja beginnen? Ja, oké, Bob. Dit is zo'n achterhaalde discussie over de hele wereld. Over de hele wereld. Is particuliere beveiliging bewapend. In Zuid-Europese landen, in Oostblokland, voormalige Oostbloklanden, heel Zuid-Amerika. Staten huren private beveiligingsbedrijven in om in risicogebieden en conflictgebieden gewapende militairen of gewapende private partijen. In Nederland is zo'n beetje het laatste walhalla wat betreft dit. En wij hebben moreel zo'n groot probleem om dit een beetje bespreekbaar te maken. Maar dit is over 10 jaar in Nederland ook gaande. Ja. Maar het probleem daarbij is niet zozeer die bewapening, maar weer die rechtsbescherming, die klachtenprocedure. Kan je als staat controle uitoefenen of hij nu wel of niet geweld gebruikt met zijn vuisten of met andere wapens? We moeten meer nadenken over hoe kunnen we democratische controle uitoefenen op die machtsuitoefening, ook met bewapening. Dat gebeurt over de hele wereld al. Maar dat hebben ze elders ook al uitgevonden, hoe je dat democratisch een beetje fatsoenlijk doet, hoop ik. Of niet? Nou ja, ik lees heel erg weinig problemen met bewapenen, ook al in landen om ons heen. Ja, omdat ook een afschrikwekkend effect heeft. Nee, maar hier hebben we gelijk van het Wilde Westen. Ja, nee, natuurlijk. Ja, die mevrouw. We leven in de Efteling. Die was eerst. Dan mag je zo. Ja. Eerste dames. Ja. Nou, ik heb het idee dat met het bewapenen van beveiligers luxeer je eigenlijk het probleem. Want op het moment dat die man daar staat met zijn blauwe oog in de rechtszaal, dan kan er nog gezegd worden, nou ja, het is maar een blauwe oog. Maar op het moment dat iemand een wapenstok op zak heeft, dan wordt het ineens een oogkastfractuur. En dan staat hij daar met zijn eerst gave bekkie, wat nu niet meer zo gaaf is. Dus ik heb het idee dat het sneller zou escaleren op het moment dat je dit soort middelen... Gaan we even naar Kevin toe. Is dat zo dat je zegt, nou, als dit soort dingen gebeuren, ik sta niet in voor mijn collega's? Ik ben ook absoluut tegen het uitdelen van geweldsmiddelen aan beveiligers. Ik breng 5 dagen in de week ook door op de politieacademie. Ja. Je hebt training nodig. Training om adequaat om te kunnen gaan met knuppels, met pepperspray, met wapen, alle vormen van wapens. Handboeien zijn al wapens als je er niet goed mee om kan gaan. Beveiligers worden gewoon niet goed opgeleid. Je kan binnen een dag kan je portierspas halen. Ja. Daar betaal je €250 voor. Dan krijg je een 40 vragen multiple choice examentje. No way dat ik mijn collega's vertrouw met wapens. Echt niet. Oké. Okay. Gaan we even naar die mevrouw de rechts zei, daar naast je. Nou ja, die particuliere beveiligingsbranche is belangrijk als het gaat om publiek-private samenwerking, zei u. Hè? Ja. Hebben jullie dan... Mag ik jou vragen, Kevin? Of misschien Milan? Nou, ik heb ook nogal wensen. Als je kijkt naar onze tak van sport en de samenwerking met politie en OM, heb ik nog wel een wens. Op het gebied van de samenwerking? Ja, samenwerking. Ja, dan ga ik toch terug op het cameratoezicht. Ja, dat mag. Dat, die samenwerking hebben wij met de politie in Tilburg. Ja. In het winkelcentra. Dat wij sneller beroep kunnen doen op handhavers en op politie. Om zo met elkaar te schakelen. Als wij in de winkelstraten lopen en we zijn bezig aan het profilen en we zien kwaadwillenden en verdachten, dat we gelijk kunnen doorschakelen met de politie. Om zo de diefstal te voorkomen of af te handelen. Mm-hmm. Dus daar zie ik het nog wel.
De samenwerking in Alkmaar hebben wij, die goed werkt, inderdaad met First Offenders. Dat een politieagent langskomt om de verdachte eigenlijk een boete te geven als de First Offender is. En dat die samenwerking werkt ook erg goed in Alkmaar. Ja. Dat we soms zien dat de politie soms gewoon in Amsterdam geen tijd heeft om de verdachte mee te nemen. Ja, ja. Als we focussen op Amsterdam, dan zijn ze er niet. Nee. Heb je dat ervaring ook? Nou ja, wat het fijn is als je bijvoorbeeld hier in de binnenstad Leidseplein of Rembrandtpleingebied, dan heb je de horecalijn. Dat is een snel, een direct nummer. Okay. Daar reageert de politie meteen op, daar komen ze. Maar ik werk bijvoorbeeld ook in Amsterdam-West, ook bij clubs daar. En daar bestaat zoiets niet als een horecalijn. En dan kan het wel eens zijn dat je 3 kwartier bovenop iemand zit. Okay. Te wachten totdat de politie komt. En dan zeggen ze, ja sorry, we hebben maar 1 patrouilleauto rondrijden ergens in Noord. Dus het duurt nog wel een tijdje voordat ze er zijn. Ik hoor jou zeggen, van waarom trekken we niet overal 1 lijn? 1 horecalijn misschien wel. Dat je op verschillende plekken wel op dezelfde manier van... De communicatie moet korter. Ja. Als ik nu 112 bel, dan duurt het een tijdje voordat ik een meldkamer heb die doorgeeft wat er eigenlijk aan de hand is. En met wie ze aan het spreken zijn. Ga ik je even plagen? Het is niet erg, je hebt toch tijd om te wachten. Of is dat niet zo? Ja, maar hoe langer het duurt, hoe meer dingen kunnen escaleren. Mensen kunnen in het begin, de eerste 5 minuten nog wel rustig zijn, maar op een gegeven moment zijn ze ook klaar met dat wij ze vasthouden. Ja. En dan worden ze onrustig en dan wordt het misschien juist een vechtpartij, omdat het lang duurt. Ja, die manier. Ik ben natuurlijk zelf ook beveiliger. En het laatste wat wij willen is geweldsmiddelen in ons krijgen. Okay, want dat is echt nat dan. Het blijft een eiland in de wereld waar we dat niet doen. Ik wil wel met mijn collega's dat we meer geweldsbescherming moeten hebben. Op het moment dat er wat gebeurt, dat het wel wordt benaderd vanuit het recht. Oké, dit is wel tijdens een beroepspraktijk. In een andere scenario dan een gewone straatruzie. Waarbij als gelijk, je kan niet weglopen als beveiliger. Je moet ingrijpen. Okay. Dat is je werk. Dat is waarvoor je staat. En de tendens de laatste jaren zelfs is dat er middelen van de beveiliging weg worden genomen. Sinds 2017 mogen we bijvoorbeeld ook niet meer spullen in beslag nemen. Dat betekent dat mijn collega een paar maanden geleden is hij vermanend op het bureau geroepen dat hij een Afrikaanse skimmingbende, weet je wel, die phishingmailtjes, wilde betalen met een telefoon van een gestolen pas van een oude mevrouw. Hij heeft die gozer aangehouden, die telefoon heeft hij in beslag genomen, want hij dacht dat het dan nog mocht. Ja. Volgens mocht hij naar het bureau te komen dat hij een telefoon in beslag had genomen en overgedragen had aan een politieagent. Omdat in beslagname sinds 2017 niet meer mag. Ja. Dus er worden juist dingen weggenomen qua macht en middelen. En dat maakt ons werk nog moeilijker dan dat het soms al is. Ja, en mensen weten dat, dus die worden een stukje brutaler tegen jullie. Want jij mag toch niks, zeggen ze dan. Vroeger betaalden ze met een pinpas die dan gestolen was. En die konden het in beslag nemen. En nu doen ze het gewoon op het telefoon. Dat je dat dus ook niet meer kan controleren. En je kan niet in beslag nemen. Dus wij verwijderen alle belast materiaal voordat de politie er is. Heb je geen zaak meer. Ben je klaar. Ja. Hebben jullie goed overleg met de politie? Een beetje op landelijk niveau? Of is dat iets waar... Wekelijks. Wekelijks. Nou, dan zou ik het gewoon daar oplossen. Ja, maar dit is niet aan de politie om op te lossen, dit is aan de politiek. Oh, ook weer politiek. Zo vreemd vindt u niet dat het weer van de politiek is? Dat is toch gezond verstand? Er moet meer geld naar de politie. Er zijn gewoon te weinig agenten. Ja. En ze kunnen hun werk niet doen. Ja. Ja, en dat is wel echt een politieke keuze, ja. Ja, dan heb je dus een particuliere beveiligingsbranche die ertoe doet qua omvang. Dus nou, die kan wel bijdragen. Zeker. En dan worden ze ook een beetje onthand. Heb jij een oplossing? Nou, het probleem wat hier speelt, denk ik wel eigenlijk vrij simpel. Kijk, je zult altijd... Ja. De monopolie van het geweld, zeg maar, ligt bij de politie. En dat geldt ook voor de opsporing. Hè. Ook, we hebben nu de BOA's, die hebben ook een opsporingsbevoegdheid. Maar ook daar zie je dat er weer gediscussieerd wordt, omdat er meer bewapend wil worden. En dit probleem, denk ik, is heel makkelijk te tackelen. Ja. Want ik denk als alle bewakers in dit soort risicogebieden gewoon met een bodycam lopen, vervolgens alles opnemen, de politie kan het uitlezen en het is kant en klaar. Je hebt geen discussie meer. Oké, je bewijsmateriaal zit hier. Ja. Ik denk ook trouwens dat het preventief werkt. André, ben je te porren voor die oplossing? Nee, sorry. Nee, de oplossing heb ik niet. Maar ik denk dat we aan een fundamenteel probleem raken in de maatschappij. En dat is in alle geledingen. Ja. Is dat we het respect voor autoriteit en gezag volledig kwijt zijn. Ja. Want als u als beveiliger vertelt dat u iemand probeert tegen te houden om binnen te gaan. En die loopt daarbij een blauw oog op. Dan denk ik ben blij dat je er stond. Blij dat je onze kinderen die daar binnen waren hebt kunnen beschermen. Als ik vroeger met mijn fiets over de stoep reed, dan bracht de plaatselijke veldwachter die bracht me naar huis en kreeg ik van mijn vader nog een draai in de oren. Ja. Nu vroeger, is het, hè? Heel lang geleden. Ja. Ja. Maar nu is het, ook tegen de politie, wie denk je wel dat je bent?
Ja, wat voor recht heb jij om iets over mij te zeggen? Ja. Ja? De onderwijzer die op een gegeven moment zegt, nou, ik denk dat dit kind naar het gymnasium kan of dit kind naar VMBO, daar wordt verhaal gehaald. Dus ze hebben elk respect voor gezag en autoriteit en functie zijn we kwijt. Okay. En het risico is, als iemand tegen die vuist aanloopt, als hij vervelend is, het kan niet zo zijn dat we elkaar verstikken en verstarren uit angst om iets fout te doen. En dan maar een bodycam installeren of wat dan ook. Bob, en dan is ook nog iemand geloof ik. Ja, oké, ja. Ik stel voor dat we algemene sociologische beschouwingen en cultuurpessimisme een beetje buiten de discussie over heel concreet... Nou, kom ons met een oplossing, zodat deze beroepsgroep... Want dat is wel zo... Ja, zo groot en meeslepend. Help nou die beveiliger is. Want er wordt gezegd, die heeft last van een autoriteitscrisis. Daar kan ik me vooral bij voorstellen. Nou, ik vraag me af of dat zo is. Ja, ik ben het er ook niet mee eens hoor. Nee. Als ik de verhalen hoor van portiers uit de jaren 80, jaren 90... ben ik blij dat ik nu aan het werk ben en niet in de jaren 80 en 90. Toen werden portiers echt gewoon ook neergestoken, neergeschoten, et cetera. Ja. Ik heb nog niet meegemaakt in mijn 10 jaar dat een collega van mij is neergeschoten. En wij staan bij ongeveer 8 verschillende clubs. En we doen iets van 30 festivals in het festivalseizoen. Ja. Dus dat hele idee dat er geen respect meer is voor autoriteit vind ik een... Nee. We hebben het over publiek-privaat. Kan de samenwerking beter? Je zegt sneller afhandelen om escalatie te voorkomen. Misschien een bodycam om wat minder gedoe te voorkomen. Heb je al niet op gehoord reageren? Wat vind je daarvan? Bodycam, absoluut. Ja, ben ik voor. Absoluut. Wie gaat die betalen? Ja, dat is het probleem dan. Hè? Is dat dan voor het beveiligingsbedrijf de kosten? Sure, maar dan moet het wel verplicht worden, denk ik, vanuit de overheid. Want anders gaat niemand het doen. Of wil het OM mee betalen? Dat is mooi bewijsmateriaal. Wij kopen zelden bewijsmateriaal. Dat vermoed ik al. Maar het is een investering die je wel helpt en ook preventief werkt. En ook voor de veiligheid van jullie zelf. Nee, absoluut. Maar dan moet het wel verplicht worden. Omdat beveiligingsbedrijven zijn commerciële instellingen. En die zullen denken aan de kosten. Als ik al geen winterjas kan krijgen, dan denk ik dat als een bodycam, dat is nog een stukje duurder. Ja, stel een bodycam verplicht. Gedragsbeïnvloeding van mensen. Daar wil jij wel iets over zeggen. Ja, ik wil wel vertellen wat wij dan doen in Amsterdam. Wij zijn gastheren en wij lopen eigenlijk preventief rond in winkelgebieden en in winkelstraten. Op een hele nette manier spreken wij mensen aan. We zijn heel laagdrempelig, maar we werken wel samen met instanties, politie, handhaving, noem maar op, beveiliging. Dus wij zijn een beetje de oren en de ogen voor wat er buiten op straat afspeelt. Dus is er wat aan de hand in de Kalverstraat, in het begin van de straat, dan zorgen wij ervoor als gastheren dat de hele Kalverstraat daarvan op de hoogte is. Wij komen niet dreigend over, omdat we ons eigen dusdanig kleden. We hebben een bolhoed op, het is heel ontwapenend. Dus niemand voelt zich bedreigd door ons. Ja. We kunnen mensen aanspreken op een nette manier. Wij hebben daar geen bevoegdheden, maar daar zit ook onze kracht in. Het gaat echt puur om die samenwerking gaat het. Ik ben het ook eens met wat jij zegt, dat je in principe binnen een maand al een beveiligingspapiertje kan halen en aan het werk kan. Wij leren onze mensen voornamelijk om niet alleen te kijken, maar ook om te zien. Een gedragsherkenning, hè? Waar kan je op letten? Hoe kan je een bepaald steentje bijdragen? Voor mij kun je daar nog uren over praten. Oké, nog uren. Maar het is wel mooi dat je zegt aan de preventieve kant met gastvrijheid. Nou, wat is de kern precies? Nou, even naar u. Wat vindt u de kern? Namelijk? Eigenlijk laten we hem niet uitspreken. Nee, maar wat is de kern? Want, de kern is onder de mensen. Dat we sociaal en normaal met elkaar omgaan. Onder de mensen. Beleefd. Probeer de mensen gewoon te benaderen. Ja. Op een gewone manier. Ja. En misschien wel een beetje ludieke manier. Ja, zeker, maar zeker, het werkt zeker. Wel. Ja, wat wil je zeggen? Kijk, we hebben het terecht over grondrechten en de machtsuitoefening en dergelijke. Maar wat jij zegt, het verschil met in de jaren 80 en in andere steden. Ik heb vroeger op de Korenmarkt in Arnhem rondgelopen als onderzoeker. En wat daar in het nachtleven gebeurde, ook door privaat. Maar de kern is dat er in die 20, 30 jaar ongelooflijke professionalisering heeft plaatsgevonden. Meer aan opleidingen wordt gedaan binnen het bedrijfsleven. Ja. En een sociale vaardigheden meer een rol spelen. Precies wat jij zegt, van op een andere manier het publiek bejegenen.
En daarmee een sfeer creëren, waardoor je ook rust creëert, maar ook informatie als het nodig is. Ja. En dan vervolgens moet de politie daar snel op acteren. Daar kan nog, daar kan nog iets aan verbeterd worden. Maar er zijn ook heel veel positieve kanten aan die beweging. Ja. Naar steeds meer particulieren die een rol spelen, in, ook in het nachtleven. Dankjewel. Voor mij heb je treffend geïllustreerd. Wil je nog iets toevoegen? Nou, ik wil in ieder geval toevoegen dat het ook natuurlijk heel kostenbesparend werkt. Want de manier waarop wij aanwezig zijn, wij storen ook mensen in bepaalde handelingen. We zijn er toch. We stappen op iedereen eigenlijk altijd heel open af. Kan ik u helpen? Kan ik iets voor u doen? Zoekt u misschien iemand? En dan stoor je iemand al in zijn... Ja. Dus dat werkt ook preventief door op kostenbesparende dingen vanuit de justitie. Vanaf een winkeldief aanhouden. En niet vanuit een repressieve houding, maar eigenlijk een hele positieve. Dan is het al opgelost in feite. Ja. Ik heb En dan zit je de hele tijd te wachten natuurlijk. En dan eindig ik zo bij jou, Kevin. Ja. Dan gaan we naar de Zuidas namelijk. Ja. Hey. Als we het terugbrengen naar die geweldsmiddelen zelf, natuurlijk heel veel deescalerende middelen. Mocht het nou een keer toch escaleren, geweldsmiddelen is een hele brede term. Lijkt me geen goed plan om jullie AK-47 te geven, om het zo over te zeggen. Maar handboeien, die noem je net zelf ook al, is ook een geweldsmiddel. Ik kan mezelf voorstellen, als je solo als portier ergens staat. En er komt die jongen toch agressief op je af, die wil je aanhouden, die moet je aanhouden. Maar het duurt een half uurtje voor de politie er is. En dat heb je dus in Amsterdam-West. Ja. En er is nog een jongen, ze zijn met z'n drieën. Dan zit je bovenop hem, je wilt hem aanhouden, maar er komen nog twee jongens aan. Lijkt me heel handig als je hem even vast kan zetten. Ja. En er zijn vergunningen daarvoor verkrijgbaar. Maar beveiligers, in hoeverre hebben jullie bedrijven die vergunningen? En in hoeverre is dat eigenlijk gewoon dat bedrijven die vergunningen aanvragen en krijgen? Nou, kleine poging om je te helpen. Handboeien. Mag ik eerst even reageren op de houding van de sfeerbeheerders. Wij noemen onszelf ook zeg maar sfeerbeheerders. Ja. Het is niet meer zoals portiers vroeger waren. Geen bolhoed op. We zijn niet meer repressief. Maar het probleem is wel natuurlijk het verschil tussen winkelend publiek en uitgaanspubliek. Is het alcohol en drugs. Het is een ander soort gesprek. Het is een ander soort interactie. En daardoor zal het wat vaker tot geweld leiden. Ook al zijn wij open en vriendelijk. En zijn we absoluut niet meer de portiers zoals we vroeger waren. Helder. Als het gaat om handboeien. Handboeien zijn wapens als je ze niet goed kan gebruiken. Als je ze te vroeg pakt, dan is het scherp, is het hard. Het is hard staal. Als mensen hier niet op getraind worden, zijn gestrest. Je ziet het ook bij handhavers. Okay. Als zij niet goed worden getraind... Worden de handboeien op verkeerde manier gebruikt en vallen er gewoon gewonden. Maar je zegt eigenlijk, ja, best een goed idee, maar moeten wel goed getraind worden. Ik weet het niet, ik heb ze niet nodig. Nee. Nee. We gaan naar het volgende onderwerp. Heel verleidelijk om hierop door te gaan als je het niet erg vindt. Want we hebben ook, naast de hele zichtbare criminaliteit en geweld en winkeldiefstal, kun je ook zeggen, nou, is ook onzichtbare criminaliteit. Voor ons onzichtbaar. U krijgt jaarlijks een brief van de verzekeraar. En dan gaat de premie weer omhoog en dan staat er iets achter. De kosten zijn gestegen. En dan denk je, waarom eigenlijk? Nou, er schijnen heel veel valse claims te worden gedaan. Met andere woorden, u betaalt eigenlijk voor de fraude. En vooral een fraude die moet onderzocht worden. Die moet opgelost worden. Ja, wordt daar de politie voor gebeld? Nou, eigenlijk niet. Hè. Dat doet die verzekeraar helemaal zelf. Dat is prettig. Dus politie en OM worden niet lastig gevallen met fraudegevallen. In de meeste gevallen bij verzekeraars. En het bedrijf komt niet op de voorpagina van de Telegraaf. Dat is ook altijd prettig. Je hebt het helemaal zelf opgelost. Maar bekeken vanuit het perspectief van de rechtsstaat... en we zitten hier geloof ik in de oud-kantongerecht... dus we moeten het toch maar eens over hebben. En de rechten van burgers, is de vraag is... is dat zelf fraude oplossen nou wenselijk? Of zie je hier graag een andere privaat-publieke manier van samenwerken? Gerard, waar ben je ook alweer? Ja. Ga maar even staan, Geert. Dat is misschien het makkelijkst. Jij werkt bij het OM. Je bent ook bezig met die herijking, opsporing en vervolging. Dat klopt. Ja. En in de contacten met de verzekeringsbranche kom je er gewoon achter dat heel veel zaken van fraude tussen burgers en bedrijven, of bedrijven en bedrijven onderling, gewoon intern worden opgelost. Althans, civielrechtelijk. Heel vaak is er sprake van oplichting, is er sprake van valsheid in geschriften. Maar heel veel bedrijven kiezen er bewust voor om die zaken gewoon onderling in minderlijke schikking af te doen, of in ieder geval een werknemer te ontslaan, of in ieder geval degene die fraude probeert te plegen, in ieder geval de uitkering, de vermeende schade, niet uit te keren. En er komt bovenop dat de verzekeringsmaatschappijen ook 500, 600 euro aan kosten in rekening brengen, die braaf worden betaald door die vermeende of fraudeur, of degene die in ieder geval probeert om fraude te plegen. Wat dan nog wel om de hoek komt kijken, is het feit van, nou, er zijn mensen natuurlijk die tot fraude, of in ieder geval van fraude worden verdacht, zonder dat daar nou eigenlijk een strafrechtelijk onderzoek aan te pas komt.
De vraag is dus of het wenselijk is dat in de financiële sector zoveel zaken onderling worden afgedaan. In ieder geval buiten de strafrechtketen om. Je komt namelijk op allerlei problemen te stuiten rondom de grondrechten die we kennen. Nou, laten we eens eentje pakken. Eentje pakken waarvan je zegt, daar moet het met z'n allen over hebben. Of dat wel snor is. Nou, bijvoorbeeld de bewijsvoering. Een verzekeringsmaatschappij is natuurlijk niet bezig met waarheidsvinding, net zoals de politie. Een verzekeringsmaatschappij kan de informatie presenteren op een manier zoals het die maatschappij goed dunkt. Er is niet een onafhankelijk onderzoek. Ja, oké, dat is een mooie. Ja. En de vraag is, vinden we dat erg dat de verzekeringsmaatschappij die zelf een fraudegeval oplost, alleen maar even kijkt naar die feiten die uitkomen om aan te tonen dat er sprake is van fraude, zonder dat ze echt aan waarheidsvinding doen. Mag ik u eens vragen, mevrouw? Zegt u van, nou, u passeert even. Okay. U heeft geen idee, maakt niet uit. Mag ik jou eens vragen? Ja? Ja. Vind je dat zo'n verzekeraar dat gewoon mezelf even mag uitzoeken? Fraude is fraude en waarheidsvinding, nou ja. Nou ja, het is eerder ook al gezegd, volgens mij, dat je mensen dan de kans kunt geven om wel verdere stappen te treffen. En dan is het aan jou om je onschuld te bewijzen. Maar dan heb je in ieder geval wel de kans zonder dat je meteen toegeeft aan dat je fraude gepleegd hebt. Maar de verzekeraar zegt, u bent schuldig. Dus normaal als je naar de rechter gaat, u bent onschuldig totdat ik heb gezegd dat u schuldig bent. Maar bij de verzekeraar ben je direct al schuldig, toch Gerard? Nou, in ieder geval De geclaimde schade, die wordt dus niet uitgekeerd. Ja. En als burger is het best wel moeilijk om zo'n machtige verzekeringsmaatschappij... Dus weer de machtshouding waar je het over had, in je eentje tegen de grote... Precies. BV, NV, ja. Ja, kijk, hoe ga je verzekeringsmaatschappij, daar hebben we natuurlijk te maken met een civielrechtelijke onderlinge overeenkomst. Er ligt een polisvoorwaarde aan de grondslag. En in die polisvoorwaarde staat wat wel goed is en wat niet oké is. Dus op het moment dat de verzekeringsmaatschappij fraude denkt te hebben, dan sporen ze niet op, maar dan doen ze juist een waarheidsvinding, zeg maar. Ze doen een feitenonderzoek. Oh, het is, het is een feitenonderzoek. De politie doet aan opsporing en de verzekeringsmaatschappij doet een feitenonderzoek en het is eigenlijk waarheidsvinding. En op het moment dat de verzekeringsmaatschappij... Spelen met woorden dit natuurlijk. Nou ja, dat is wel belangrijk. Op het moment dat de verzekeringsmaatschappij dat heeft aangetoond, althans, dat hij dat denkt, dan kan natuurlijk ook nog de verzekeringsnemer daarin tegen beroep gaan. En natuurlijk zijn het grote maatschappijen, maar ik kan me niet voorstellen dat deze fraudezaken, dat zou de politie helemaal overlopen. Dus ik vind het echt een hele goede zaak dat op die manier zo gebeurt. Ziet u dat ook zo of ziet u het toch even anders? Ik zie het wel anders. Ik denk dat het voor een gemiddelde burger heel erg moeilijk is om tegen zo'n verzekeraar in de verdediging te schieten. Op het moment dat je van een verzekeraar te horen krijgt dat jij kennelijk misbruik hebt gemaakt van de polisvoorwaarden, dat je die geschonden hebt. Dan is het niet zo dat je als burger direct weet van nou, hoe ga ik me hier tegen verweren? Tegelijkertijd is het ook zo, u zegt dat een verzekeraar aan waarheidsvinding doet. Dat is natuurlijk niet zo, want een verzekeraar heeft er wel degelijk een belang bij om te zeggen van meneer, we sluiten u van de polisvoorwaarden uit, omdat zo'n verzekeraar vervolgens niet hoeft uit te keren. Dus ik betwijfel of een verzekeraar daadwerkelijk aan waarheidsvinding doet. Zou de oplossing zijn dat een verzekeraar verplicht aangifte moet doen? Ik denk dat een verzekeraar eerst met een verzekerder in gesprek moet treden en moet kijken van wat is hier nu daadwerkelijk aan de hand. In plaats van gewoon meteen een brief te sturen van we hebben dit en dit geconstateerd. Ja, ja. En daarom sluiten we u van de voorwaarden uit. Op. Om even een indruk te geven van de massaliteit. Van, we praten nu over verzekeraars. Uit mijn eigen biografie. Ik heb 4,5 jaar voor Ernst & Young in de forensische accountancy gewerkt. In een team van 38 man. Ik denk dat in die 4,5 jaar ruim 2000 onderzoeken zijn gedaan. Mm-hmm. Kleinere en grotere. In twee gevallen is fraude, is aangifte gedaan. Ja, alle gevallen waren fraude. Dus die verschuiving waar ik het net over had, van publiek naar privaat, gaat ook gepaard met een verschuiving in onderzoekscapaciteit. Er wordt meer opgespoord binnen het bedrijf, op het terrein van fraude. Hè. Een hele andere problematiek van de openbare orde. Er wordt meer opgespoord door het bedrijfsleven op het terrein van fraude. En de controle daarop, omdat het niet naar de rechter gaat, dat het onderling wordt afgedaan, wat in de literatuur coulissenrechtspraak wordt genoemd of private justice wordt genoemd. Wij hebben als samenleving geen zicht op de beweegredenen die daar spelen. Je snapt de zorgen van het maar één ding er nog aan toevoegen.
Het zijn economische belangen die de scope van een onderzoek, de inrichting van een onderzoek, de keuzes op wie onderzoek wordt gedaan, maar ook de onderzoeksmiddelen die worden ingezet. En we weten, ik weet het uit die 4,5 jaar, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek op dit terrein en van toezichthouders, dat er meer dan gemiddeld gebruik wordt gemaakt van illegale opsporingsmethoden om aan informatie te komen. Goed, je zegt een heleboel bij elkaar. Maar eigenlijk terug naar de rechten van ons als burger, die worden daar misschien met voeten getreden, zeg je. Ja, dat stelt ons niet gerust. Nee. Daar wil ik ook op reageren, want zeker die laatste zin. Meer dan gemiddeld worden illegale methodes gebruikt. Nou ken ik de Big Four niet, en waar jij hebt gewerkt, dat is een andere branche. Wij zitten ook niet op de Zuidas. En we worden behoorlijk gecontroleerd. We hebben een heel duidelijk kader waarbinnen we werken. En we hebben ook een hele strenge toezichthouder die bovenop zit. En we krijgen heel snel boetes. En we hebben één goede naam. En net als al die bedrijven om één reden economische keuzes maken, dat is een imago. Hetzelfde geldt voor de onderzoeksbureaus. Maar één ding wat ze kunnen verliezen, dat is hun imago. Dus je gaat niet mee met een klant. Ik weiger 30-40% van de zaken om gewoon goed onderzoek te doen. En ik heb vaak nog dat opdrachtgevers zeggen, kun je me het rapport even sturen in Word? Nou, dat doe ik niet. En als je te vaak vraagt, dan werken we niet meer voor je. Ja. Wij doen onderzoek, wij stellen dingen vast en soms leveren dingen aan waar een opdrachtgever boos van wordt. Maar je hebt waardoor geen antwoord op de vraag verliezen. Van... Nee, maar die illegale opsporing, daar wil ik echt een punt van maken. Misschien is het lang geleden dat je daar werkte. Ja. Ik hoop dat er een verbetering plaats heeft gevonden. Maar dit herken ik totaal niet, want dan zou ik er niet willen werken. Nee, helder. Je voelt je aangesproken, je zegt van nou, daar wil ik niet aan meewerken. Dat is heel goed. Maar er is ondanks het punt onopgelost dat de rechten van individuen een beetje in het gedrang komen hier. Want je weet niet eigenlijk of er op een goede manier waarheidsvinding is gedaan. Maar dat zie je eigenlijk ook op veel meer punten. Ik koppel het eigenlijk ook gewoon aan de verloedering van de rechtsbescherming in Nederland. Ja. Als je ziet dat minister Dekker op dit moment voornemens is om die rechtsbescherming voor de gemiddelde burger te verminderen. Ja. Dan vraag ik mij wel af, hoe staan we er over 10 jaar voor? Hoe is die bescherming van de burger over 10 jaar geregeld? En hoe kan een gemiddelde burger gewoon dan nog zichzelf... Okay. Precies. Zijn eigen belangen. Je zegt het probleem wordt niet kleiner, het wordt misschien eerder groter. Wat zou je dan moeten kunnen doen of willen doen in Nederland? Vind je dat? Je zei net suggereren van nou, doe maar aangifte, zoals je zelf oplost, heb je altijd een schijn tegen. Het zou natuurlijk geen oplossing zijn om alle gevallen van verzekeringsfraude voor de rechter te brengen. Want de rechters hebben het op dit moment al druk genoeg. Ja. Maar je zult wel gewoon met mensen in gesprek moeten gaan. En ik denk dat. Als verzekeraar. Is dat een beetje... Ja. Ik ken geen geval van een serieuze fraude waarin je tegen een fraudeur zit die niet uiteindelijk vertegenwoordigd wordt door een advocaat. Die zit er gewoon naast. Want wie heeft tegenwoordig geen rechtsbijstandsverzekering? 10 jaar geleden had het misschien niet, maar tegenwoordig... Oh ja. Mensen verzekeren zich hier tegen. Ja, je moet maar een advocaat inschakelen. Ja, maar zo makkelijk gaat het natuurlijk niet in de praktijk. Nee, dat is ook nog wel een drempel. Bestrijd even ook het punt dat er inderdaad zomaar onderzoek wordt gedaan. Want er is sprake van transparantie. Een verzekeringsnemer die fraude pleegt, die wordt nooit zomaar met een briefje het bos ingestuurd. Die wordt altijd eerst geïnterviewd om te vertellen hoe de hele schade is verlopen. En vervolgens zijn er aanwijzingen. En er zal vanaf het begin van de rapportage van A tot en met Z heel duidelijk moeten zijn. Vooral als het bij de rechter komt zometeen. Hoe men aan bewijs is gekomen. Dus ik zie dat ook niet helemaal. Oké. Daar kiest dan de verzekeringsnemer dan zelf voor. Want als de verzekeringsmaatschappij een keuze zou geven, dan kiest de verzekeringsnemer ervoor om niet te gaan voor de aangifte. Ja. We willen toch nog even terugkomen bij Martijn. Hoe komt het dat er in spy shops around the world zo'n enorme omzet is in zeer geavanceerde afluister, observatieapparatuur, relatiegeschenken, camera's. Hoe komt het dat Facebook gebruik maakt van algoritme en informatie verkoopt aan derde partijen? Okay. Wat ook een vorm van illegale opsporing is en daar geld mee maakt. Dat is niet van 20 jaar geleden. Vanavond. Dat gebeurt vanavond. Hè? Ja. Dat gebeurt nu. Oké. Okay. Ik weet niet of jij die vraag moet beantwoorden. Veel van de klanten van spy shops zijn gewoon criminelen.
En die jatten, die plaatsen bakens onder elkaars auto. En die zetten exact dezelfde middelen als de overheid in. Alleen daar zit niet zo'n certificaatje aan. En het gaat allemaal wat makkelijker. En er zijn nog en er is een enorme technologisering van de samenleving. Hoeveel mensen hebben thuis geen camera's op? Dat zijn de burgers die zelf zeggen, ik hang een camera op. En die aan de politie zegt, dit is degene die mij, bij mij mijn schuur heeft ingebroken. En als er niet op gereageerd, dan gaat het inderdaad op Facebook. Maar daar hebben we het toch nu over? Ja. Daar gaat deze avond toch nu over? Nou, dat dus mensen zich steeds meer gaan beveiligen zelfs, dat zegt hij. Over burgers en... Oh, sorry, ik ga toch heel even... Ik snap dat het verhit wordt, maar als we niet de microfoon... Ga naar Charles, want Charles is al een tijdje te wachten. Want we doen dit vanuit de vraag van OM en politie. De vraag is, ben je een beetje geholpen, Charles, of zeg je van ik mis toch iets? Nou, dit gesprek creëert de tegenstelling op de excessen. En die zullen er zeker zijn. Hè? Ik bedoel, daar kennen we ook wel de voorbeelden van. Maar als je tot samenwerking wil komen, zou het misschien goed zijn om het gesprek te openen vanuit de goede intentie. Dus als we nou zouden willen zeggen van nou, onder welke condities komen we nou tot samenwerking? En al die dingen die in de excessen zitten, die gaan we bestrijden met elkaar. Dat is het eerste deel van de samenwerking. Dan ontstaan dus vragen op. En als een recherchebureau vindt dat ze heel erg netjes hun werk doen, hoe wordt dat getoetst? Waarom verbindt het recherchebureau niet in zijn algemene voorwaarden dat ze van ieder rapport een kopie naar de politie sturen? Ja. Gewoon ter verificatie van de eigen professionaliteit. Voorstel. Ja. Samenwerkingsvoorstel. Dat is in één keer mijn business. Ja, waarom? Waarom? Vertel eens. Maar dat woord, dat is mooi. Nee, dan is mijn business weg. Ja. Dat is de kern. Dat is de kern van waar we deze avond over praten. En jij hebt gelijk. Fijn dat je het even noemt, Bob. Van samenwerking. We moeten eigenlijk over samenwerking praten. Maar die samenwerking wordt. Dankjewel, Bob. Laat me even praten. Bob deed mij een voorstel tijdens het politiedebat. En dat was briljant. En dan zei hij van, Martijn, kun jij misschien 10%, 15 of 20, whatever, hij noemde een getal, wat meer dan wat 10% was. Kun je 10% van je tijd misschien stoppen in het assisteren van politie en justitie? Ik zei, dat kan, maar dan ben ik failliet. Want dat is mijn marge. En uiteindelijk ben ik een bedrijf. Dus ik moet bedrijfsmatig werken. Maar wel op een manier binnen de regels van het spel. En mijn opdrachtgevers hebben één belang. En die contracteren met mij onder geheimen. Waarom? Het gaat uiteindelijk om imago. Uiteindelijk is het belang van het bedrijf is, ik wil continuïteit. En ik heb nu een hele vervelende situatie. Ik heb een grote fraudezaak. Voorbeeld, wat laatst in het nieuws schreef met miljoenen fraude. Dat komt dan uiteindelijk door een rechtszaak in het nieuws. Maar liever had men dat niet gehad, want het heeft mega impact. Het heeft impact op de buurscores, heeft impact op allerlei dingen. En het gaat wel over werkgelegenheid en economie. Maar mag ik even wat vragen? Nee, mag ik even wat vragen? Kan het zijn dat jij het wel aan politie en OM meldt, zonder dat het publiek wordt? Want die informatie heeft de politie graag. Nou, die discussie ben ik nu al aangegaan, want ik zie ook situaties waarin ik zeg, ik baal ervan dat op deze manier wordt afgehandeld, dat het onderling wordt afgehandeld. Eigenlijk zou in dit geval een andere sanctie plaats moeten vinden. Want die persoon gaat morgen ergens anders aan het werk. Die begint met een schone lei. Want het eerste punt wat in een contract staat als we afscheid van elkaar namen, is partijen onthouden zich van het doen van mededelingen over wat hier gebeurd is. Ga even naar André. André. Je mag zo, ja. Eén aspect wat niet uit het oog verloren mag worden, is de sfeerovergang ten aanzien van verkregen bewijsmateriaal. Als ik als private onderzoeker informatie vergaar en met iemand spreken en die vertelt mij iets. Op het moment dat er een strafrechtelijk onderzoek is, iemand is niet gehouden om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Dat is ook waar de Belastingdienst en de FIOD doorlopend mee worstelen. Ja, precies. Er werd voorgesteld, elke onderzoek moet uiteindelijk naar de politie toe. Hè, zeg maar. Dan zegt Martijn terecht, dat herken ik. Als we dat gaan doen, hebben we geen klanten meer. We hebben een keuze erin gemaakt om te zeggen, als wij een geheimhoudingsverklaring met onze klant hebben, hebben we altijd. Dan bespreken we daar ook vooraf dat we met de klant zeggen, wij kunnen informatie over het wapen, zeg maar, delen met de politie, maar niet over de crime scene. Dus dat iets bij jullie gebeurd is, dat delen we natuurlijk nooit. Maar als wij informatie hebben over hoe een crimineel te werk gaat en hoe je ze zou kunnen herkennen, dan kunnen we dat wel delen met de politie. Dus daar heb je dan eigenlijk beide profijt van, zonder dat je klanten kwijtraakt. Dus. Mag ik even iets zeggen op dat punt van die sfeerovergang? Ja. Want dat vind ik buitengewoon boeiend. Want het roept de vraag op, als een recherchebureau bezig is met wat hier een feitenonderzoek wordt genoemd in het kader van de waarheidsvinding, waarom ik in de ene sfeer minder bescherming heb als ik word verdacht van het plegen van een strafbaar feit als fraude, en in de andere sfeer meer.
Ik begrijp dat niet. Vanuit een rechtsstatelijk perspectief zou je zeggen, het boeit misschien niet zo heel erg wie er onderzoekt, want we werken samen. Maar het subject van onderzoek heeft dezelfde rechtsbescherming. En ik vraag me af waarom die uitzondering in die rechtsbescherming zo noodzakelijk is in die private opsporing. Ja. Wij werken niet op basis van onvrijwilligheid. Als mensen niet mee willen werken, werken ze niet mee. Maar deze is altijd. Wij zeggen, u hoeft niet met ons mee te werken. Als mensen niet willen, dan houdt het op. Net werd er gezegd, je hoeft niet mee te werken aan je eigen woorden. En dat klopt. En hoe doen we dat? Dan geven we de persoon in kwestie cautie. Ja. De sfeer, cautie voor de mensen die niet weten wat cautie is. U hoeft niet te verklaren, alles wat u zegt kan tegen u worden gebruikt. Hè? Ja. Even in een notendop. Ja. Ja? In die sfeerovergang is dat alleen maar van belang als dat in het ene type onderzoek niet gebeurt en in het andere wel. Want anders is het dezelfde sfeer. Namelijk, je hebt absoluut het recht om te zwijgen en alles wat hier ligt, dat mag je betwisten en in strijd komen. En het betekent niet dat je hoeft te worden ontslagen. Helemaal niks daarvan, want dat is helemaal niet aan de orde. Okay. Want we waren feit aan het onderzoek. Korte reactie. Ik zie allemaal mensen willen reageren. Dan gaan we nog even langs, dan gaan we naar het volgende onderwerp. De branche zelf heeft er ook wel over nagedacht, want ze zeggen, ook van, er zijn natuurlijk altijd zaken, ernstige zaken, die we liever in het strafrecht willen brengen. Alleen de capaciteit en expertise bij de politie is gewoon niet aanwezig. Dus er wordt ook wel gezegd van, waarom zouden wij als branche niet een aantal opsporingsambtenaren, bijzondere opsporingsambtenaren in dienst hebben, die dus alleen maar een procesverbaal op mogen maken. Een verdachte de cautie kunnen geven, getuigen kunnen horen en mooi dat procesverbaal aanbieden aan justitie. Desnoods door tussenkomst van de politie, controle erop. Opsporingsambtenaren die door de politie worden gecontroleerd, gecertificeerd, enzovoort, enzovoort. En dan heb je een strafrechtelijk onderzoek. En dan kan de branche zelf die zaken doen waar de politie niet aan toe komt. Zo kun je samenwerken zonder dat je heel veel capaciteit nodig hebt. Korte bijdrage nog voor u. Ja, dan haak ik zo. Dan zijn we er. Het werd best een pittig debat opeens. En een beetje jullie tegen jullie. Maar de burgers die vielen er een beetje buiten. Ik heb even een andere insteek om het over wat anders te hebben. Ik doe zelf een beetje een unieke hobby als 17-jarige onderzoek naar internetoplichting. En dan maak ik mijn vrije tijd, best wel vreemd, een heel rapport van wie zit er achter mijn website, wat gebeurt er, wat voor schade is er. Als ik daarmee bij de politie kom, aangifte doe, en ik geef het rapport aan een agent die dat dan bij het bureau aanneemt, dat wordt gewoon weggelegd, dat wordt een plankzaak. Dat is een kant-en-klare zaak in feite, maar dat heet dan een plankzaak, zijn er heel veel van. Kan daar niet iets verbeterd worden in ieder geval een directe link tussen burgers of bedrijven die actief mee willen werken aan opsporing, maar dat die direct worden meegenomen bij, nou, dat het geen plankzaken worden. Dat is zo zonde. Ik hoor je zeggen, ik geef iets aan, dan verwacht ik dat ze er ook iets mee doen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat heeft met capaciteit te maken natuurlijk. En prioriteiten. Ja, zeker. En zo'n rapport wat ik aanlever, dat kan niet één op één worden overgenomen naar de rechter. Maar tegelijk, het is, nou ja, het is een beetje gek van jezelf te zeggen, een supermooi rapport. Alles staat erin wat je nodig hebt. En dan denk ik van, jongens, geef dat me principe moet gewoon bovenaan staan. Nee, maar geef me een middagje een rechercheur en we werken 10 zaken door. En je hebt 10 kanten klare, gewoon reizen langs en pakken ze op en we gaan door naar de rechter. Ja, misschien moet je wel een private rechercheur dan vragen. Ik wil nog heel even aansluiten bij de discussie die net plaatsvond. Ik weet niet, binnen de particuliere recherchebranche hebben we een gedragscode. En die is geaccordeerd door justitie. Ja. En daarin staat gewoon inderdaad, net wat mijn collega zegt, dat iedere verdachte mogen wij niet meer zeggen, maar subject niets hoeft te zeggen. En dat staat gewoon bij ons in elk rapport. Dus ik begrijp ook de discussie helemaal niet. Jij beaamt dat? Die arbeidsvervaring geeft natuurlijk wel vaak druk. En dat is de enige afwijking op het verhaal. Het staat inderdaad mooi papier. Mag niet, en we zeggen het altijd. Maar er is altijd wel een arbeidsverhouding. En die arbeidsverhouding maakt wel dat iemand niet altijd zal zeggen van, ik doe niet mee aan het onderzoek. Maar dat wil niet zeggen dat hij verplicht maar een verklaring af moet zeggen. Nee, maar de discussie, ik ga even deze discussie afronden. Dat er gezegd werd over de cautie, dan hebben we het over opsporing, hebben we over strafrecht. Hè? Maar ons werk vindt 80-70% plaats op het civielrecht. Uiteraard ook met één been in het strafrecht. Maar wij geven de cautie niet, maar we geven wel woorden van gelijke strekking. En zijn er heel duidelijk in. Oké. Als we nu zeggen, u wil nog even, dan gaan we wel tot 10 uur door. Vindt u dat goed? Ja, oké. We zijn er toch. Ik geef twee mensen nog het woord en dan gaan we naar de big data en de cyberkamer. Het is denk ik heel belangrijk om enige schijn van machtsverhouding weg te nemen. Is binnen die beschreven regels altijd de tegenpartij een jurist laten aanbieden. Niet dat je in een grote organisatie zit waarbij medewerker wordt verdacht van fraude of diefstal. Okay. En dan denk van, nou, ze hebben zoveel bewijs. Ik moet wel de schade betalen om van eventueel strafvervolging af te zien. Diegene moet altijd contact krijgen met een jurist. Dat recht dat hebben ze en dat moeten ze ook echt krijgen. Daarmee krijgen ze echt die zorgvuldiging.
en dat het daarna toch buiten het OM of de politie wordt opgelost vanwege de imagoschade en dat ze er goed uitkomen, best, mijn mening. Maar iemand moet altijd overleg kunnen krijgen met de jurist en niet onder druk gezet kunnen worden. Dat is interessant. Daarmee waarborg je ook dat bepaalde rechten... Ja, ja. En de jurist kan advies geven van nou, laat ze maar te uitlopen tot op een zaak, want jij hebt niks gedaan. Of nou, misschien is het toch wel verstandig om te schikken. Ja, we gaan wel naar een afronding toe. Heel kort, André, nog even, Wim nog even het woord. Ja. Je hebt er heel veel gehoord over. Ja. Want daarvoor zijn we hier bij elkaar gekomen. Toch echt wel een pleidooi willen houden voor echt een constructieve publiek-private samenwerking. We hebben samen met de stichting Meeting More Minds, met de Universiteit Nijenrode, hebben we de Kop van Zuid in Rotterdam laten zien als pilot. Ja. Waar we vooraf een waiver voor de privacy hebben gekregen. Hebben laten zien dat het kan. En hebben aan de politiek aangeboden van doe er je voordeel mee en kijk wat er in de wetgeving moet worden veranderd. Wij zijn vorig jaar benaderd door een vervoersorganisatie die last had van brandstichtingen in haar vervoersstellen, zullen we maar even zeggen. Daar hebben ze zelf onderzoek naar gedaan. Daar heeft de recherche, landelijke eenheid, heeft onderzoek naar gedaan. Men is dichtbij gekomen, heeft de daden niet kunnen identificeren. En dan komen collega's zoals de rechterzijde in beeld, die met een heel team van, Jeroen is zelf artificial intelligence, en wiskundigen, maar ook gedragswetenschappers, samen met de recherche, samen met die vervoersorganisatie, in die data gaan zitten kneden. En we hebben hem gevonden, met z'n allen. We hebben hem geïdentificeerd. Hij is een week lang gevolgd. En op de zondagochtend 6:30 sms op heterdaad betrapt. Ja. Dat is eigenlijk de volgende ronde waar je nu al stiekem over jou zou vragen. Dus daar kom ik zo even op terug. Wim, nog even ter afsluiting. Je hebt dit zo gehoord. Als het gaat om fraude, zeg je van nou, dit is nog interessant voor ons om mee te nemen voor de herijking van opsporing en vervolging? Nou, ik heb zelf opgeschreven het opvolgingsvraagstuk. Dat vind ik wel een terecht vraagstuk. Mm-hmm. Dus kan het rapport niet ook direct als processtuk? Dus waarom moet daar nog een keer een regisseur naar kijken? Dus dat vind ik wel een interessant vraagstuk om daar nog een keer echt goed naar te kijken. Maar ik blijf het er wel mee eens hebben, dus ik kijk ook even Charles aan van... ik vind de rechtsbescherming in die verschillende domeinen vind ik lastig. En ik merk in één keer dat we wellicht niet iedereen hier aan tafel hebben. We hebben niet het hele systeem binnen. Want dan moeten we het ook hebben over opdrachtgevers die zeg maar, het belangrijk vinden dat ze geen imagoschade hebben. Terwijl ik zoiets heb van ja, volgens mij is enorm van belang dat we met z'n allen in deze samenleving de waarde van de rechtsstaat hoog houden. Ja, oké. Okay. Bob wil er nog laten. Kun je twee zinnen doen, Bob? Ja, nee. Ja. Prachtig. Ik geloof allemaal in samenwerking. Er zijn steeds betere voorbeelden. En wat André net zegt, dat is een mooi. Maar we moeten scherper praten over die commerciële belangen en dat opdrachtgeverschap. Ja. Als ING 775 miljoen boete krijgt en Danske Bank voor enkele tientallen miljarden witwast. Bedrijven die corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen en in transparantie en integriteit en samenwerking hoog. Heel veel processen spelen van tijd tot tijd die verhinderen, ik noem dat strategische ontwijking, voorafgaand aan publiek-private samenwerking speelt aan de private kant heel veel economisch belang. Wat verhindert dat in dit geval bijvoorbeeld de ING jarenlang de meter van meldingen even heeft kleiner heeft gezet, omdat ze er heel veel geld aan verdienen. Oké, je raakt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om ook iets te doen aan de onderwerpen die we hier hebben. Niet alleen maar te denken aan hun eigen economisch belang, maar ook aan de veiligheid in de samenleving. Daar gaan we echt zo over hebben. Big data en cybercrime. André, je zei al even iets. Wij hebben een mooi voorbeeld van hoe we iets hebben kunnen oplossen. Even een klein vraagje jou. Is dat nou een voorbeeld eigenlijk van bijna gedwongen publiek-private samenwerking? Politie en OM hebben zelf niet de expertise. Ze moeten wel een toevlucht nemen tot bedrijven zoals jullie? Nee? Zeker niet. Kijk, het allerbelangrijkste in dit soort zaken is de wil om samen te werken, de durf om samen te werken en de kwetsbaarheid die je durft in te nemen. Ik heb het geluk dat ik een heel divers team, waar collega Jeroen er één van is, mag leiden. En als je de houding hebt, ik ga jou niet vertellen hoe het moet, maar we gaan het samen doen, dan kan het succesvol worden. Dat er in de toekomst nog nodig aan wetgeving zal moeten worden veranderd, is evident. Nou, laten we het daar even over hebben. Want ik heb volgens mij jullie wel eens horen zeggen, er liggen nog 1500 tot 2000 cold cases. Stoffige ordners onderin een la. Ja, het moet mogelijk zijn om met jouw buurman volgens mij en andere collega's daar een oplossing, een uitkomst zeker, te vinden. Zeker.
En daar, ik zal heel kort even iets over zeggen. Ja. Ik heb daar met de hoofd van Unit Cold Case van de recherche gesproken. Hm. En samen met een van onze concurrenten hebben wij aangeboden om een budget van een x-aantal uren, en dan praat je over een substantieel aantal, in het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te investeren om samen te kijken wat kunnen we daaruit halen. Okay. Hoe je dat zou doen, misschien kun jij daar iets over zeggen? Jeroen, geloof ik. Ja, Goudsmit. Je bent wiskundig, hè? Ik ben wiskundig, ja. Dus misschien even een stapje terug. Als ik naar zoiets kijk, dan probeer ik te kijken naar patronen. Ik ga er onbevangen in. Vanuit perspectief, ja, ik ken niet per se die inhoud. Dus voor mij gaat het vooral over de aanpak en hoe je dat op een goede manier kan structureren. Dus wat ik probeer te doen is vanuit onderop te kijken wat zijn zinnige hypotheses die je hierover zou kunnen stellen. Wat zijn scenario's die je hierbij kan bedenken. Zonder dat ik a priori weet welke de belangrijkste zijn, welke het interessantst. En die ga je samen dan met de mensen die daar wel iets van weten. Zoals bijvoorbeeld recherche naar kijken. Welke plekken zijn het meest waardevol om te gaan kijken. En welke zijn ook het meest kansrijk. Die ga je dan ontplooien. En dat ontplooi je dan door bijvoorbeeld te kijken naar de gegevens die je tot je beschikking hebt, maar ook de gegevens die hier zinnig zijn, maar ook wat toegestaan zijn om te gebruiken. En op die manier kun je stukjes uitsluiten en stukjes bevestigen tot je uiteindelijk, hopelijk, steeds meer van de beeld van de werkelijkheid naar voren krijgt. En daar kun je uiteindelijk op handelen. Ja, oké. Okay. Je kunt heel goed analyseren eigenlijk en deduceren, zodat er iets overblijft waar je iets aan hebt. Dat is de bedoeling. Dat is de kern van het werk. Nou zei je iets heel interessants, André. Jij zei van, er moet toch wel iets veranderen in de wet. En als we nou zeggen, nou, dit zijn kansrijke ontwikkelingen. We kunnen veel meer doen aan bestrijding van criminaliteit nog. Wat zou je als wetswijziging voorstellen? Vroeg je aan Jeroen of aan mij? Nee, aan jou. Nee, ik vraag niet aan de wiskundige. Nee. Ik had er ook een hele andere wetgeving. Ja. Hey, het is al eerder gezegd, privacy is een groot goed in onze maatschappij. En zeg ik erbij, en zeker in West-Europa hebben we het geluk dat we redelijk tot zeer integere overheid hebben. En maatschappelijke organisatie. Maar, als we hier naar buiten lopen zometeen, en we zien daar drie mannen met kalasjnikovs en bommen en granaten aan hun gordel lopen, dan bellen we de politie en dan zoeken we veiligheid en dan willen ze dat ze opgepakt worden. En wat ook waarschijnlijk gebeurt. Nou ben ik internetprovider. En dan zie ik dat iemand volgens zijn Google Calendar morgen captain is op een vlucht van Germanwings van Duitsland naar Frankrijk. En ik zie dat hij vandaag zoekt naar mogelijkheden om de security van de cockpitdeur te overrijden en naar mogelijkheden om zelfmoord te plegen. Dan doen we niks. En dan vinden we dat privacy. Dan kunnen we niks doen. Maar die drie mannen met die kalasjnikovs buiten en bommen en granaten hebben ook niks gedaan. Die wandelen daar alleen maar. Dus ik vind, privacy is een groot goed, een kostbaar goed. We hebben bij ons collega's van mijn buurman in het lab gehad, waarbij ik heb laten zien een kaart van Nederland, en dat is gewoon publieke informatie, met inbraken en potentiële inbraken in woningen. En die plotten op een kaart in de tijd. En dan zie je als het ware zo'n zwerm springhanen die zo ergens de grens overkomt en zo richting het Westland gaat. Toen zei ik tegen Welte, hoe mooi zou het zijn als je hier de verkeersgegevens, dus niet de inhoud, maar gewoon het aanmelden van mobiele telefoons naast zou kunnen zetten in de tijd. Dan denk ik dat we een redelijk aantal hits zullen vinden. Waarop Welte zei, maar dan doen we de kentekenregistratiedatabase er ook bij, dan hebben we ze. Op dit moment kan dat niet. Ja, in Amsterdam loopt er nu een pilot, maar landelijk gezien kan dat nog niet. Nee. Dus de wetswijziging die je voorstelt is? Gezond verstand ten aanzien van privacy. Er zijn weinig wetten in Nederland waar het woord gezond verstand in voorkomt. Maar ik denk dat je bedoelt dat privacy niet meer mag gebruikt worden als... Niet als schuilplaats, als... Maar hoe je dat dan precies regelt? Als excuus. Op het moment dat je niks te vrezen hebt, wat zal mij niet wezen? Dat is een bekend argument. Ik ga even naar Bart de Koning, geloof ik. Correspondent, geloof ik. Ja. Ja, dat is makkelijk. Het is helder, hoor, wat je bedoelt. Ik vind het eigenlijk verbijsterend dat nog steeds weer het verhaaltje terugkomt van privacy is de schuilplaats van het kwaad. Ik dacht dat we die onzin achter ons hadden. Maar niet in categorieën praten. Nee, maar dat is gewoon een grondrecht. Het staat gewoon in artikel 10 van de grondwet. Ja, ja. En er wordt voortdurend de suggestie gewekt dat privacy opsporing in de weg zit.
De politie en inlichtingendiensten hebben de afgelopen decennia een onvoorstelbare hoeveelheid bevoegdheden erbij gekregen. Ja. De opheldering blijft gewoon dalen, jaar in jaar uit. Dus dat maakt helemaal niet uit hoeveel je erin duwt. Er komen ieder jaar minder boeven uit. Ja. Dus ik denk dat we een beetje op moeten houden met het verhaaltje van we hebben meer informatie nodig, want dan gaan we meer boeven van. Ja. Dat horen we nu al 15 jaar. Ieder jaar meer informatie erin, ieder jaar minder boeven eruit. Daar geloof daar niet in. Daar geloof ik helemaal niets meer van. Is ook niet echt waar. Niks meer. Daar moeten we even mee ophouden. Ga eerst eens even meer boeven vangen met wat je hebt. En dan daarna gaan we weer over privacy praten. Het is wel interessant dat de volgende keer gaat het over big data en privacy. Dan moet je maar weer komen. Ja. Want hier is natuurlijk het laatste woord nog niet over gezegd. Ik heb hier ook nog... Wie kan helpen? Ja. Ja, goedenavond Bart Sander. Ik vind het wel grappig het voorbeeld wat u zojuist schetst. Het eerste kader van terrorisme, privacykader. Daar is natuurlijk zodanig sprake van zodanig ernstig strafbare feiten, dat daar in principe ook geen privacy speelt. In de zin van, daar hebben we bijvoorbeeld de AIVD voor, die daar specifieke opsporingsbevoegdheden voor heeft om dat soort dingen tegen te gaan. En in de zin van... aan de andere kant heb je ook een beetje een function creep als je kijkt naar als we dat ook gaan inzetten voor kleinere criminaliteit. Waar houdt het op? Gaan we dan iedereen maar profileren op de kans dat we een aantal criminelen pakken? Wie bepaalt de prioriteit eigenlijk? Wie bepaalt wat we gaan onderzoeken? Ook wel een beetje. Maar we hebben bevoegdheden en die zijn gelaagd voor een reden. Ja. In de zin van zware, ernstige vormen van criminaliteit, daar zijn de privacy aspecten minimaal van. Ja. Kleinere vormen zijn de privacy aspecten relatief hoger van. En het risico is, als we de privacy steeds meer gaan inperken, dat we een soort Big Brother overheid creëren, die iedereen constant maar in de gaten houdt, omdat er een kans bestaat dat er criminaliteit wordt gepleegd. Ja. Maar het is al, ja. Erik? Als het gaat over voorstellen voor wetswijzigingen zoals die gedaan werden, is het volgens mij niet per se altijd preventief. Maar ook als we leads hebben die we willen uitlopen, willen we ook gewoon informatie met elkaar kunnen uitwisselen, zodat we er samen aan kunnen werken. En dat wordt soms nu dus, als gevolg van de politiewet, liggen daar gewoon drempels. Ja. De politie mag niet zomaar informatie delen met private partijen. Er zitten ook goede redenen waarom het zo is. Maar soms, zeker als het gaat om internetcriminaliteit, is er gewoon heel veel informatie bekend over bendes bij private partijen. En je wil dan graag kunnen samenwerken om die puzzelstukjes aan elkaar te lijmen. Ja. Dat is het type wetswijziging waar volgens mij net werd gerefereerd. En dat gaat niet over preventief iedereen in de gaten houden. Maar als we leads hebben, willen we het gewoon concreet kunnen uitlopen met elkaar. Bent u daar tegen of zegt u van dat snap ik nog wel? Nou, in die zin kan ik het goed voorstellen. Alleen ja... Het risico is wel dat je daarin steeds verder gaat. In het begin ga je alleen die informatie delen. Daarnaast is er weinig controle op wat jullie met die informatie doen. In de zin van, de overheid heeft dan een heel toetsingsapparaat erachter zitten. En hebben ook bijvoorbeeld een opsporingsbevoegdheid in de zin van een ambtsheid afgelegd. En daarin zitten er extra waarborgen in dat die informatie niet verder wordt gedeeld dan daar. Dus ik kan me heel goed voorstellen, in principe ben ik daar ook niet op tegen, dat in dit soort dingetjes, in dit soort relatief onschuldige gevallen, meer informatie wordt gedeeld. Want daarmee realiseer je gewoon een groter maatschappelijk resultaat. Alleen, we moeten wel bedacht zijn op het risico dat steeds meer en meer wordt. Ja, dat met je het helemaal vlak waar je voor vreest van, als we eenmaal hieraan beginnen, dan waar houdt het op? Ik denk dat die discussie de volgende keer nog wel uitgebreid terugkomt. Okay. Ik ga door met Erik. Je was al even in beeld, Erik de Jong. Jij bent Chief Research Officer bij Fox IT. En als mensen zich afvragen wat is Fox IT, gisteren stond u nog in de krant volgens mij, met de zin dat het cyberleger bij Defensie is door jullie opgeleid. Dat zegt iets over expertise die bij jullie aanwezig is, denk ik. Hoe ernstig is cybercrime? Cybercrime en cyberspionage. Heel onzichtbaar probleem wat groter is dan de meeste mensen denken. Absoluut. Er gaan miljoenen in om, ook in Nederland, aan schade. Dan heb je het ook over spionage, maar als criminaliteit heb je het over georganiseerde bendes. En een van de grote uitdagingen met internetcriminaliteit is natuurlijk dat die bendes zich vaak niet in Nederland bevinden. Ja. De Oost-Europese bendes die eerder werden genoemd, die lopen in winkelstraat rond. De Oost-Europese bendes en Russische bendes waar wij onze klant tegen beschermen, ze doen dat gewoon achter een toetsenbord aan de andere kant van de wereld. Dus dat maakt opsporing ook een stuk moeilijker. Ja, jij bent een van die mensen die zeggen, criminaliteitsbestrijding is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid van mij als bedrijf. Dat is mooi. Dan heb ik de volgende stelling, als het mag. Nee, de volgende. Volgens mij. Boom. Ja. Mag de overheid jou vragen te investeren als het veiligheidsbelang daarom vraagt? Ik wil in ieder geval zeggen dat ik het fijn vind dat jullie een
hacker met een hoodie hebben gevonden weer. Als standaardplaatje. Dat is echt gewoon echt geniaal. Zo zien ze er ook niet vaak uit, maar... Maar je zegt, het is mijn verantwoordelijkheid. Nou, dan luister je ook naar de overheid als het gaat over... Kijk, daar moet je dan maar eens even gaan meewerken. Wat verwachten we van jou? Kijk, een verplichting is een ander verhaal. Ik weet dat eigenlijk uit ervaring dat heel veel bedrijven in mijn sector, de securitybedrijven, ook regelmatig met politie praten om te zeggen, wat zien wij nou aan fenomenen, wat zien we voorbij komen, hoe kunnen wij jullie voor informatievoorziening, zodat het jullie met opsporing helpt. Ja. Het komt ook regelmatig in het nieuws, 2 weken geleden weer, is er in het nieuws dat er een botnet, dat zegt misschien niemand iets, maar dat zijn geïnfecteerde computers, die kunnen websites onderuit halen. 2 weken geleden is er in het nieuws gekomen, is er een botnet uit de lucht gehaald en het wordt dan samen gedaan door Google, hebben wij meegewerkt en de FBI. Dus publiek-privaat samenwerking wordt gewoon aan private bedrijven gevraagd, wat weten jullie, wat weten wij? Wij zetten onze bevoegdheden in op een manier die het mag, zodat wij gewoon de boeven kunnen vangen met behulp van private informatie. Dus het gebeurt al heel veel. Ik vind niet dat je het moet verplichten, eerlijk gezegd. Ik vind wel dat je het mag vragen, maar goed, de verplichting, daar twijfel ik aan. Bob? Ik geloof ook helemaal niet in die verplichting. Maar, staat ook mag vragen, hè? Maar, jawel, maar wat nog belangrijker is houding en gedrag van het bedrijfsleven. En wat Martijn zegt en wat André net naar voren heeft gebracht, dat het bedrijfsleven vanuit maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid en corporate governance en noem allemaal maar op, tijd en capaciteit en informatie ter beschikking stelt om als ze over hun eigen commerciële belangen kunnen heen stappen en vinden dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en dat ze verantwoordelijkheid dragen. En dat gebeurt steeds meer, maar het gebeurt nog te weinig. Dus het gaat niet om wet en regelgeving, het gaat om houding en gedrag en instelling en wil binnen het bedrijfsleven. Jij bent meer dan wij. Je zegt het gebeurt nog te weinig. Met andere woorden, ons als burgers wordt iets onthouden wat misschien wel bekend is, wat misschien maar beter ook bekend moet worden. Wat er gewoon heel concreet gebeurt is dat de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die praat met enige regelmaat grote partijen in die cyberwereld, die zit hier, met Fox. En daar wordt op een vriendschappelijke basis een gezamenlijke wil om iets aan maatschappelijke problemen te doen. Maar dat ligt dus aan de houding en opstelling van het bedrijfsleven. Ja, je praat nu weer goed. Je zei net, het gebeurt te weinig. En nu zeg je ineens, ze kunnen prima met elkaar vinden. Er zijn voorbeelden van dat het gebeurt. Ja. Maar het bedrijfsleven zou veel meer die maatschappelijke verantwoordelijkheid inhoud moeten geven. Oké, dan gaan we even... Zijn er mensen die willen reageren hierop of niet? Anders heb ik een volgende stelling. Die gaat er een beetje over verantwoordelijkheid nemen. Dat als je nou een strafbaar feit vermoedt, dan moet je dat eigenlijk onverwijld, onmiddellijk, direct, aan politie en OM melden. Komen we een beetje terug bij het onderwerp. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt trouwens. Ja, het is net al even genoemd ook als verplichting. Hè? We gaan het nooit verplichten, want dan hebben we geen klanten meer. Maar ik irriteer me mateloos, durf ik wat te zeggen, aan al mijn klanten die geen aangifte willen doen. Dat is echt een grote verschrikking. En we moeten er heel hard aan trekken. Ja. Ik weet niet wat het percentage is, onder de 5% denk ik. En het gaat uiteindelijk toch over wat Martijn net al zei, angst voor reputatieschade. En ik zou willen dat we daar overheen groeien. Net als dat banken zijn in ieder geval niet meer, schamen zich niet meer voor internetfraudebankieren. Het liefst schamen bedrijven zich er niet meer voor. Maar op dit moment... Hoe gaan we dat bereiken? Ja. Waar we nu mee bezig zijn is in gesprek met de criminele inlichtingeenheid. Kunnen wij niet onze klanten daarmee in contact brengen? Dat je in ieder geval wel de MO, de dader, dingen kan melden op een manier dat het niet meteen door de meneer die naast je zit op zitting wordt gebracht en een mooie publicatie erbij, et cetera. Dus kun je zoeken naar een manier waarin je beide belangen dient. Kijk, het bedrijfsleven gaat nooit over de imagovrees heen stappen. Maar je kunt misschien wel een manier vinden waardoor je die informatie wel deelt. Okay. Ik ben het er niet mee eens, sorry. Maar ik ga even naar Sharon, want er staat inderdaad melden. Er staat niet aangifte doen. Dus met andere woorden, je krijgt de informatie, maar je houdt hem even voor je, Sharon. Is dat mogelijk? Nou ja, de eerste vraag die het oproept is eigenlijk een andere. Ja? Waar zit de schaamte in het zijn van het slachtoffer als je bedrijf bent? Dat vind ik echt een ingewikkelde. Ik hoor het allemaal en belangen en de reputaties en enzovoort. Maar in de kern is het toch dat je slachtoffer bent geworden van een fraudeur of wat ook. Ja. En dat mag je dan niet hardop zeggen. Dat vind ik al een... Omdat je in de krant staat bijvoorbeeld, of dat de beurs... Ja, er staat dus in de krant dat je als bedrijf A slachtoffer bent geworden van een fraudeerde werknemer. Goh, wat erg. Het publiek denkt, sukkels, denken ze, ik ga naar een andere bank. Toch?
Dat weet ik niet of dat het publiek dat denkt. Dat is een aanname. Dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Ja. Maar ik denk dat hier die bedrijven veel meer vrezen dan er in werkelijkheid aan orde is. Concreet voorbeeld. Uber heeft, ik geloof 3-4 weken geleden, 80.000 boete gekregen. Omdat ze een datalek later dan verplicht is hebben gemeld. En het verwijt is van de autoriteit dat je daarmee het maatschappelijk belang en cliënten die extra schade oplopen. En daar zie je dus dat er sprake is in voorkomende gevallen van maatschappelijk onverantwoord veiligheidsbeleid. Ja, dat is nou publiek-privaat. Dan moeten we dat eerst maar eens oplossen, hoor ik hier. Hoe gaan we dat doen? Nou, grappig dat je dat voorbeeld aanhaalde. Vanuit de GDPR, vanuit de Europese privacy-wetgeving, is het nu dus ook wettelijk verplicht om een data breach te melden. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik mis dan een beetje die praktijkervaring natuurlijk. Maar zo'n verplichting zou bedrijven misschien wel stimuleren om juist over die angst om aangifte te doen heen te stappen. Dus ik ben heel benieuwd hoe vooral u er tegenaan kijkt. Nou, als we erop mogen reageren, als wij zien dat er inderdaad sprake is van een datalek, dan adviseren we die klanten natuurlijk om het te melden, conform de spelregels. Alleen vaak gaat het over interne situaties. Een situatie waarin iemand de hele jaarwinst van een bedrijf heeft overgemaakt in het kader van CEO-fraude. Dan kun je zeggen, ja, stap over je angst heen, zet het gewoon in de krant. En zo, nee, word wakker, weet je. Dan wordt het tijd misschien om een tijdje als ondernemer te voelen hoe het is als je omzet even tegenvalt. Dat je mensen op de payroll hebt zitten en dat je onvoldoende product hebt. Dat je beurskoers daalt. Dat zijn dingen, dat zijn hele reële zorgen. Dat zijn grotere gevolgen dan alleen. Dat zijn grote gevolgen. En dan kun je wel zeggen, ja, het zou moeten. Ja, maar de eerste verantwoordelijkheid is ook het zorgen dat je bedrijf overeind blijft. En dat je continuïteit en dat je werkgelegenheid biedt aan je mensen. En daar lig ik soms wel wakker van op bepaalde momenten. En kan ik me goed voorstellen, maar diezelfde zorgen gelden dan toch ook bijvoorbeeld bij een data breach? Zeker. Alleen daar ligt nu gewoon een keiharde norm die gesteld is. En in sommige gevallen helpt dat. Maar die norm strekt ook om anderen te beschermen. Want als ik mijn data van mijn klanten kwijt ben, ja, die kan tegen mijn klanten gebruikt worden. Okay. Dus ja, en dat is wel een heel mooi concreet geval. Je zegt, nou, hier helpt de wetgeving mij om mijn klant over de streep te trekken. Net als bij Fox. En wij proberen dat ook. In voorkomende gevallen klanten te overtuigen. Doe een aangifte, want als jij het niet doet, morgen zit die persoon bij een ander en het gaat maar door. Okay. We zijn op zoek naar oplossingen hoe we het publiek-privaat kunnen verbeteren door de informatie eigenlijk sneller bij politie en OM te krijgen. Ja, een dingetje over GDPR is wel interessant dat ook de wens zeg maar, van onze klanten ten opzichte van de politie verandert. Dus de klant is vaak helemaal niet geïnteresseerd in wie de boef is. En zeker als het gaat om internetcriminaliteit, die boef zit ergens anders. Die pak je vrijwel nooit, hè, gelukkig af en toe. Maar onze klanten willen vaak van de politie wel horen. Kan jij niet jullie bevoegdheden inzetten om te achterhalen welke informatie er in godsnaam gestolen is? Want die is gekopieerd en hij staat er nog. Ik weet eigenlijk niet wat er gekopieerd is. Ja. En dan moet ik wel weten voor mijn melding aan diezelfde overheid in het kader van de GDPR. Dat is een andere rol. Andere rol voor de politie, die volgens mij, als de politie daarin meebeweegt, zou dat heel erg goed werken voor ook slachtoffers en aangiftverbreidheid, denk ik. Het kader van waakzame dienstbaar gaat dit wel werken, denk ik. Ja, Wim? Ja, ik heb volgens mij al aan de voorkant gezegd dat ik best wel wil nadenken over van is er een verruiming mogelijk om die strafvorderlijke bevoegdheden in te zetten. Maar dat vind ik wel, en dan wel heel mooi dat we, als we het nu over de digitale wereld hebben, dan zeg ik erbij, ja, maar ik wil het ook in de fysieke wereld doen. Dus ik wil het niet alleen in die digitale wereld doen, ik wil het ook richting fysieke wereld doen. Want het gaat over recht. Dus dat vind ik even van belang. Oké, right. We hebben nog één stelling die ook wel interessant is misschien. Mag ik de volgende stelling? Die zegt namelijk, ja, publiek-privaat betekent ook een beetje wederkerigheid. Hè? Je moet er ook over en weer beter van worden. Dus je hebt als private partij een fantastisch dossier ontwikkeld. Veel onderzoek naar gedaan, van alles verzameld. En staat hier, politie en OM moeten altijd opvolging geven aan door private partijen geleverde dossiers. Dus als jullie je werk goed hebben gedaan, dan moet de politie daar iets mee. Nee? Zijn er mensen die ja zeggen? Ja, zijn er een paar. Ja, kom ik ook even daar. Oh, jij natuurlijk, hè? Ja, precies. Ja. Ik denk wel dat de politie er altijd mee moet doen. Of het nou leidt tot een vervolging, dat is aan een rechter. Ja. Maar ik vind dat de politie altijd, zeker als een bedrijf echt aangifte heeft gedaan en echt een dossier aanlevert, laat het dan maar bij de rechter komen. Ja. En als de politie daar dan verder niks meer mee kan, dat zij onvoldoende
mogelijkheden hebt... Dan moeten ze dat maar uitleggen misschien. Moeten ze er maar uitleggen aan de rechter. Maar de rechter moet daar wat van vinden. Ja. Het is het recht van een burger om aangifte te doen. En om iets voor de rechter te brengen. Ja, en ik denk niet dat de politie daar echt de poortwachter als enige daarvan mag zijn. Ja. En jij zegt natuurlijk ook moet gebeuren. Maar ja. Ja, ik moet natuurlijk wel jou zeggen. Waar ik een beetje over struikel is het woordje moeten. Oh. Een inspanningsverplichting, dat klinkt er zo veel te mooi woord. Maar dat moeten is moeilijk. Maar waar het eigenlijk vrij simpel om gaat, is als ik een dossier aanlever... waar alles eigenlijk kort samenvat staat, wat ze nodig hebben... en ik krijg er een standaard briefje op. Hoi, leuk, maar nee. Ja. Dan, dat is een soort van ondankbaarheid. Dat ik denk van jongens... Ik geef jullie alles wat je nodig hebt. Ja. En ik krijg bij. Ik draag bij en ik krijg ineens een persoonlijk iets. Het voelt gewoon heel onmenselijk. Ja, maak jij het ook wel eens mee dat je iets hebt opgezocht? En nou, dus er niks mee. Nou, als we het hebben over het veiligheidsgevoel zeg maar, van onze burgers in de maatschappij. Ja. We hebben het natuurlijk over hele grote zaken. Maar er spelen natuurlijk ook heleboel kleine zaken mee. En mensen die een briefje van de politie krijgen. Vervolgens dat er niet genoeg opsporingsindicaties in de zaak zitten. Dat kan natuurlijk. Ja. En dat mensen inderdaad bij ons komen en dat wij de zaak oppakken. En dan blijken wij wel tot een verdachte te kunnen komen. Maar ons ontbreekt de bevoegdheid uiteraard. Dus we maken een rapport op. En we gaan namens de slachtoffer, opdrachtgever, gaan we aangifte doen. Ja. Ja, en dan zien we echt dat er gewoon te weinig mee gedaan wordt. Want die zaak moet eigenlijk nog afgemaakt worden. Maar er gebeurt er niks mee. Nee. Dat is jammer. Maar de vraag is het principe van dat het gewoon altijd gebeurt. Niet het minste wat we mogen verwachten. Niet altijd. Het zou wel meer moeten. Meer. Ja. Ja. Graag, graag. André? Ik herhaal het nog maar een keer. Maar de houding en attitude en de wil om samen te werken is zo belangrijk. Wat wij bij cyberincidenten doen regelmatig, is dat we cliënten aanbieden, zullen we meegaan om aangifte te doen. Waarbij je dan ook de recherche uitlegt, wat heb je gedaan, eventuele achtergronden en feiten die niet in de reportage zijn, die kun je toelichten. Dat je elkaar bij de hand neemt en dat samen oplost. Ja. Ik heb een aantal jaar geleden leiding mogen geven aan het onderzoek naar de vastgoedfraude van een bank met een projectontwikkelaar. Waar een pensioenfonds slachtoffer van is geworden. Daar heb ik zeer regelmatig de field over de vloer gehad. En die kwam met een bevel tot uitlevering. En ik bracht het naar de deur. Ik liep met ze mee. Maar kom wel met een deugdelijk bevel. Want als onderzoeker heb ik een contractuele relatie met cliënten. Heb ik een geheimhouding. Dat mag ik helemaal niet zomaar aan iemand anders geven. Als een opsporingsinstantie zoals de field of justitie... zonder een duidelijk bevel komen, dan is het wederrechtelijk verkregen bewijs. Dus het is heel makkelijk om het op te lossen, maar je moet wel met elkaar meedenken en creatief zijn. Ja. En de vraag is natuurlijk, kan die samenwerking, Erik, nog even om bij jou te eindigen, kan die nog eigenlijk stukken beter, want er liggen zoveel mogelijkheden en kansen? Ik denk dat het eigenlijk best wel redelijk goed gaat op dit moment. Het kan beter, maar een bottleneck, als ik kijk naar de zaken die wij draaien, is een bottleneck toch die internationale... Dat internationale aspect aan opsporing. Ja. Dus Russen die eigenlijk gewoon door hun eigen overheid beschermd worden in eigen land. Die kan je alleen maar oppakken op een vliegveld in Thailand. Als die gast een keer op vakantie gaat en hij was vergeten dat hij op een lijst stond. Weet je? Dus dat is heel ondankbaar. Soms zijn wij klaar met onze zaak. Leveren wij de zaak in, doet de klant aangifte. En 7 jaar of 8 jaar later gebeurt er weer eens iets met zo'n zaak. Ja. Dan zien wij foto's van... Ja, pallets met dossiers. Denken wij zijn heel blij dat we geen politie zijn. Maar dat moet politie dus allemaal... Moet ze kaart aan werken om het rond te krijgen. Ja. Kort verhaal, kort samen. Ik denk dat het gewoon dat de bottleneck niet zit in de samenwerking, om dit net eerlijk gezegd. Okay. Maar meer in de capaciteit en de kant van opsporing. En internationale aspecten eraan. Oké, prima. De hele tijd heeft hij al gezegd. Erwin, je bent hier ook. Je bent volgens mij Erwin Schoenmaker. Brancheorganisatie, VBON, NOVB. Je houdt je ook bezig met publiek-private samenwerking. Moet een beetje naar het slot toe. Wat moet er wat jou betreft gebeuren om daar echt ook misschien meer invulling nog aan te geven? Nou, naar meer gelaagdheid zou ik zeggen. Dus de politie wat meer, wat hoger in de geweldspiraal, zou ik maar zeggen, hun ding doen. Want ik hoorde de discussie net over die 181 euro van die detailhandel. Was de discussie, dat moet eigenlijk niet kunnen, want het individu kan zich niet goed beschermen. Maar gaan we naar verzekeringsfraude... Dan is het wel weer geaccepteerd voor een groot deel. Niet voor iedereen trouwens, maar wel voor een groot deel. Waarom is dat dan weer anders? En de doelstelling is tenslotte om die 65.000 mensen bij de politie... om dat getal 65.000 zeg maar, mensen zo te houden. En niet naar 100.000, die zijn er gewoon niet. Ja, die krijg je niet. Dus we moeten de politie helpen. Ja. En hoe gaan we dat doen?
Nou ja, dus, door meer respect voor de zeg maar, nou, neem even voor het werk van de bewaker bij een, of bij de beveiliger bij een, nou ja, bij een, nou, zeg maar, casino of wat dan ook. Om dat soort mensen gewoon te helpen met techniek. Ja. Kan ik maar zeggen, zodat de bewijslast hem of haar ondersteunt. Okay, dat is een beetje vanuit jouw tak van sport, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ik ben een beetje benieuwd. Als we nou zelf een beetje als zaal de balans opmaken. Ik ga ze met een paar mensen vragen. We hebben gezegd, nou ja, publiek-private samenwerking is belangrijk. Maar goed, hoe ver ga je erin? Zijn er mensen die zeggen, nou, naar wat ik vanavond gehoord heb, daar moeten we een beetje de rem op zetten misschien. Dat is het. Anders loopt het helemaal uit de hand. Dan worden die bedrijven nog machtiger en ze zijn al zo weinig verantwoordelijk. Dus voor je het weet gaat het fout. Wie zegt, er moet een beetje de rem op zitten. We moeten niet, laat de politie en OM vooral doen wat ze moeten doen. En bedrijven, ja, die denken maar aan één ding. Denk jij dat of niet? Ja? Nou, ik denk dat het vanavond iets te breed was om dat zomaar te kunnen zeggen. Maar je gevoel, wat zeg je gevoel? Even als burger, die zegt, nou, heb je nou een gevoel? Die zegt, nou... Nou, mijn gevoel zegt dat over de gehele linie, wat een enorme linie is, ja, we hebben veel gedaan, is het wel prima. Want wat ik hoor is dat het rondom internet gaat het eigenlijk hartstikke goed, die samenwerking. Maar als het om winkeldiefstal gaat, dan kan er nog heel veel gehaald worden. Dus ja, als dan de winkeldiefstal een beetje mag lenen van de internetbranche, ja, dan ben je er bijna. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus over de linie, ja, denk ik dat het altijd beter kan. Maar voor nu vind ik het natuurlijk een mooie discussie. Ja, precies. We hebben ook al veel ontdekt dat mensen, moeten we wel doorgaan, moeten we het vooral beter regelen. Wat is jouw gevoel eigenlijk, Martijn? Gaan we nou ook beter regelen of denk je van, nou, als ik het zo hoor, dan hebben we nog een hoop misverstanden over en weer uit de wereld te helpen? Nou, ik denk dat het heel moeilijk is om je te verplaatsen in een andere business. Ik heb 19 jaar bij de politie gewerkt en toen ik overstapte naar het bedrijfsleven, toen dacht ik dat ik wist dat het gras groen was. Maar gras heeft soms echt een andere kleur. En dat leer je door er gewoon in te staan en te voelen en mee te maken. Dus we praten wel een andere taal, dat heb ik gemerkt. En ik ben helemaal eens dat er, als je als bedrijfsleven dingen doet, dat er ook wel een vorm van rechtsbescherming die vergelijkbaar is met de rechtsbescherming zoals je die in het strafrecht, dat we daar moeten werken. Ja. Maar onder die condities zou er meer mogelijk moeten zijn. En zou je een deel van het probleem ook lekker door het bedrijfsleven op moeten laten lossen. Maar wel met een aantal voorwaarden, basale voorwaarden die we in moeten regelen. Ja, even een kleine cliffhanger. Wat zou je nog heel graag willen regelen wat nu nog niet geregeld is? Ja, nou, daar heb ik wel eentje van. Kijk, ik herinner me uit mijn tijd bij de recherche, mijn grootste tijd heb ik bij de recherche doorgebracht. Daar hadden we een rechtercommissaris en die heeft bevoegd en die kan, tegenwoordig kan de opsporingsambtenaar veel zelf, maar in het verleden had je de RC wat vaker nodig. Ik zou het mooi vinden als een privaatrechtelijke rechtercommissaris kwam, waar je ook gewoon een lezer voor betaalt en die mijn belang toetst om bepaalde informatie te krijgen en daarbij rekening houdt met degene wiens belang mogelijk geschaad wordt. En dat in ieder geval door tussenkomst van een advocaat die uiteindelijk, want het moet ergens toe leiden, het moet leiden tot een civielrechtelijke zaak. En dat we bepaalde informatie kunnen krijgen waardoor ik achter kan komen wie zit er achter die bankrekening, wie zit er achter dat nummer. Zodat ik als het ware ook zelf civielrechtelijk beslag kan leggen. Laatst nog gedaan in een grote zaak. Okay. Dan nemen we echt tassen met geld mee, maar auto's, spullen. En de enige politieman die erbij is de politieman die helpt om het beslag uit te voeren. En die is na een uur weer weg. En wij hebben de spullen mee en we gaan uiteindelijk dat keurig netjes civiel afhandelen. Soms inderdaad buitengerechtelijk. Maar dat is echt niet iemand waar je dan zielig... Want er zitten gewoon twee advocaten tegenover elkaar. Ja. En dat wordt keurig netjes afgehandeld. Ja. En als de schade weg is, dan is voor een deel ook het probleem weg. Ja, heel goed. Niet buiten de stad. Binnen een ander rechtsdomein. Oké. Helder. Ja, nee, daar word je straks nog wel even op aangesproken. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, je kunt wel proberen van alles te regelen en dergelijke, maar je moet vooral gewoon vooruit blijven experimenteren. Bob, je bent een paar keer heel pessimistisch geuit vanavond. Ben je nou nog optimistisch over... Waarom gebruik je nou dat woord pessimistisch? Nou, omdat ik dat gebruik. Ja. We zijn voor en tegenstanders. Dan zijn we bezig sinds Socrates. Het gaat erom. Nee, maar een beetje zorgvuldigheid in taal is ook wel belangrijk. Dat is fantastisch. Nee, maar kijk, je moet aan het eind van iets moet je altijd. Je have to end on a high. Hè? Ja. Dus Ronald en ik zijn ook veel in het buitenland bezig. Er is geen land ter wereld waar publiek-private samenwerking zo ontwikkeld is als in Nederland. En waar zo open en eerlijk en steeds meer over dilemma's en krachtenvelden en burgerrechten. En in die zin is dat heel positief wat wij ook vanavond hier doen. Maar ook in allerlei andere gremia. Oké, prima.
dankjewel. Waar ik mee geëindigd ben, ga ik ook een beetje, of mee begonnen ben, ga ik ook mee eindigen. Charles en Wim, ik ben even benieuwd. Zou ik bij Charles beginnen? Ja, dat is nu begonnen. Hè? Dus bedoel... Ja, ja. Ja, wat neem jij nou mee? Ik zeg, dan zet ik even op de agenda bij ons intern, want we zijn bezig met die herrijking. Ja. Nou, je vraagt net van, moeten we de rem erop zetten? Dat geloof ik niet. Nee. Want ik ben het met heel veel mensen eens. Ze zeggen, nou, hier gebeuren eigenlijk hele mooie dingen. Waar het steeds vastloopt, is op het moment dat er belangentegenstellingen ontstaan. Mm-hmm. Of machtsverschillen. En dat betekent eigenlijk dat we wel weten waar het uit het spoor kan lopen. Maar nog niet weten hoe we, als dat dreigt, het in het spoor moeten houden. Mm-hmm. En eigenlijk moeten we dus op zoek naar iets anders dan het belang. Of de parallel laten lopen van die belangen. Mm-hmm. Om die samenwerking tot stand te brengen. Dat is wat ik aan het begin zei, van goh, welke waarden hebben we er nou onder liggen, anders dan het gemeenschappelijke belang. En daar zouden we echt naar moeten doorzoeken. Heb je er eentje ontdekt vanavond dat je zegt, van daar moeten we misschien meer over in gesprek gaan? Nou ja, het opvolgingsvraagstuk zoals Wim dat benoemt. Ik ben er wel beter op het spoor gezet dat als er een inspanning aan de ene kant plaatsvindt, mm-hmm. dat je veel meer helderheid moet hebben over de verwachtingen die je naar de andere kant mag koesteren. En dat betekent dus dat op het moment dat iemand rapporten maakt en aan de voorkant met ons zou bespreken, weet jij dat ik hier heel veel tijd en energie in stop? Als dat gebeurt, dan mag hij ook verwachten dat we er wat mee doen. Als hij zomaar in het wilde weg zegt, goh, het was mijn private belang om rapporten te schrijven, dus dat heb ik gedaan. Hier heb je de 300, dan vind ik het iets anders. Dan vind ik het eigenlijk geen samenwerking, maar een, nou ja, wat koude overdracht van opdrachtgeverschap. Dus dat elkaar opzoeken aan de voorkant van het probleem, dat is volgens mij iets waar we wat mee moeten doen. Dat is interessant, want er liggen genoeg problemen op tafel die je misschien samen kunt oplossen. Tot slot, Wim. Wat wilt u nog zeggen, mevrouw, tussendoor? Ja. Een van die mevrouw is niet geweest, mag even, Wim. Ja. Ik heb toevallig, ik ben particulier regisseur en mijn eigen bedrijf. Ik heb vorige week toevallig zo'n zaak gehad. Dat was een van diefstal afkomstige goederen. Oh, maar hij stond op Marktplaats te koop. En de opdrachtgever kwam naar mij toe van, nou ja, goed, volgens mij staat mijn foto en videoapparatuur op Marktplaats te koop. Ik zeg, wat heb je zelf al gedaan? Hij gaf aan dat hij aangifte had gedaan. Contact had opgenomen met politie om aan te geven, nou ja, volgens mij staan mijn spullen daar te koop. Politie gaf aan, ik heb geen capaciteit. Je aangifte is goede orde ontvangen en daar laat het bij. Je mag zelf onderzoek doen. Dus toen heeft hij mij geraadpleegd. En dat is wel tot een succes geleid. Dus ik heb van tevoren contact gehad met politie. Wat handig is om te doen. Welke tactiek ik kan toepassen. En in samenwerking heb ik de zaak toch wel opgelost. Dus de persoon is ook, zeg maar, apparatuur is in beslag genomen. Persoon is aangehouden. En ook, goed, die wacht zijn vervolging af. Dus. Het is wel interessant voor de nadrank zo. Want je hoopt als burger dat je direct geholpen wordt. En heb ik eigenlijk jou nog nodig om wel geholpen te worden? Ja, heb mij helaas nodig gehad. Dat klopt, omdat het punt is in dit geval. Ja, kost ook wat, toch? Die meneer, ja, tuurlijk. Maar die meneer zelf zal in zijn emotie gereageerd hebben als hij daar staat. Dus die kan dan zelf niet de emotie. En daarom heeft hij een ander nodig. Ja. Dat was hem misschien. Dankjewel. Ja. Tot slot weer. Je hebt heel veel aangetekend. Je hoeft niet al je aantekeningen langs te gaan. Nee, dat ga ik zeker niet doen. Nou, dat opvolgingsvraagstuk dat is al benoemd. Hè. Maar wat ik daar wel mee heb is van... En ik kom daar nog even terug op beide buurmannen. Dat is op zich nog wel mooi. Van, is dat goed? Is veiligheid nou wel of niet te koop? Dus voor mij zo even... Hè, van, je hebt hier in Amsterdam van Moof, de bikehunting... En die garanderen je dat je fiets terugkomt. Worden wij dan een beetje de ophaalpolitie van mensen die zelf hun spullen kunnen traceren? En dan krijgen wij de melding en dan moeten wij ook opvolgen. En dat vind ik het moeilijke vraagstuk daarin. Hè? Omdat ik zoiets heb van degene die dus allerlei bedrijven kunnen inhuren en daar geld voor hebben, die kunnen dan bij ons afdwingen dat we een opvolging hebben. En wat is nou de gerechtvaardigde verwachting die burgers mogen hebben die dat geld niet hebben? Ja, precies. Daar ben ik nog niet uit. Nee. Niet alleen maar recht voor de mensen die het zich kunnen voorloven. En moet je dan politie gebruiken voor de mensen die zich niet kunnen voorloven? Nou, wellicht. Ja, dat is de grote vraag. Je gaat met een goed gevoel vanavond ook weg? Ja. Ja, prima. Nou, er is vanavond een flink voorschot genomen op de volgende keer.
De derde in de serie, daar gaat het over big data en privacy. Nou, met big data kun je heel veel, de voorbeelden zijn al genoemd. Koppelen van allerlei gegevens, kan zaken oplossen. Maar ja, is er niet te veel informatie, zei Bart. Oh ja, je komt weer terug volgende keer. En tegelijkertijd, privacy is belangrijk. Maar schieten we ook niet in de kramp. En de meneer die zei van, ja, maar wat moet nou het zwaarste wegen? Hè? De afweging daarvan, die moet wegmaken. Er is nog een slide waarop de datum staat. Klik. 27 februari volgend jaar. Hij loopt vast. Dat zegt ook iets over big data. Dat zal vast een pittig debat worden. Dan bent u allemaal weer welkom. Ik dank u vriendelijk voor de komst. Ook even een applaus voor de gasten die zo hun best hebben gedaan. Succes in de Kalverstraat ook. Ja.